Een hele goede avond. Van harte welkom en wat fijn dat jullie erbij zijn. En voor mij is dit een extra speciale avond, want het is mijn eerste evenement als directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. En per 1 januari heb ik namelijk deze functie overgenomen van Karen Soeters, die jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen. En ik heb er ontzettend veel zin in. En we hadden heel graag dit symposium willen organiseren in een zaal vol met publiek, vol met jullie aanwezigheid. Maar de versoepelingen kwamen daarvoor helaas te laat. En hopelijk kunnen we het volgende symposium weer organiseren in een bomvolle zaal. We gaan het vanavond hebben over het belang van groene gemeenten. Een groene omgeving is van levensbelang voor mens en dier. Wij mensen denken vaak dat we los van de natuur kunnen leven. Maar vergeten daarbij dat we onlosmakelijk verbonden zijn met het ecosysteem. Telkens opnieuw blijkt dat het ecosysteem uit balans raakt als wij de natuur enkel zien als een obstakel of als slechts een dienst waar we vooral geld mee kunnen verdienen. En we betalen daar de hoogste prijs voor. Denk aan luchtvervuiling, het verlies van soorten, hittestress, dat we het woord alleen al kennen, hittestress, en wateroverlast. Ook krijgen veel mensen en dieren gezondheids- en welzijnsproblemen. Ik ben ervan overtuigd dat leven in en met de natuur helpt bij het ontwikkelen van een realistischer en gezonder perspectief op onze rol als mens en positie op deze aarde. Minder arrogantie, minder ego en meer bescheidenheid past ons. De natuur houdt ons een spiegel voor en laat ons realiseren dat we nog niet zo heel veel begrijpen eigenlijk van de natuur en dat we vooral afhankelijk zijn van alles wat leeft. Kortom, zonder natuur geen leven. Nou, ik lijk wel mijn eerste stichtelijk woordje te hebben gedaan vanavond, maar het gaat er natuurlijk wel om, dringen deze inzichten wel door bij burgers, bij bedrijven, bij beleidsmakers en bij politici? En zorgen deze inzichten voor meer ambitie om van gemeente groene gemeente te maken? Vanavond spreken we hierover met twee academici van de Wageningen Universiteit. Of nou ja, ik moet zeggen de Wageningen University and Research, heet het officieel. En onderzoekers Robert Snep en Fabrice Otburg zijn vandaag onze gasten. Mannen met een missie. Onderzoekers die zich vanuit hun kennis en hun passie willen inzetten voor zowel de samenleving als de natuur. Maar over hen straks meer. Er is vanavond uiteraard de gelegenheid tot het stellen van vragen. Maar ik zou jullie ook graag een paar vragen willen stellen. En daar hebben we een app voor, genaamd Slido. Dat hebben jullie misschien in het introductiefilmpje al gezien. Je hoeft daarvoor niets te downloaden, maar je kunt gewoon naar de website slido.com. En doe dat dan wel op een ander apparaat, je telefoon of zo, want dan kun je ondertussen naar dit symposium blijven kijken. En op die website slido.com kun je meedoen door de code hashtag NGPF in te voeren. Hekje NGPF. En jullie hebben het net voor de uitzending dus al een vraag voorbij zien komen, namelijk of je al eerder een symposium van ons hebt bijgewoond. En hopelijk is het je gelukt om die te beantwoorden via Slido. Dan kun je gewoon wat intypen. Van ja of nee, of wat dan ook. Of ik weet het niet. Ga anders naar slido.com en voer dus dan die code hashtag NGPF. Hekje NGPF in. Als ik nou kijk op de monitor die hier links van mij is, dan zie ik al het een en ander verschijnen. Nee, dit is de eerste keer, zegt 58% tot 60%. Ja, online is een derde. En ja, in de zaal 10%. Nou, hopelijk is het de volgende keer dat iedereen vooral in de zaal een symposium heeft meegemaakt van ons. Maar dat gaat al goed. Dat hebben jullie al goed in de gaten. Maar ik heb nog twee vragen. En de eerste is, in welke gemeente woon je? En typ dat dan nu in. Eens even kijken hoor, want daar is iedereen natuurlijk hartstikke hard bezig. Kijk, nu, Heerlen staat nu bovenaan en dan komt Zutphen bij, Valkenswaard, Purmerend, Putten, Groningen, Woudenberg. Nou, het is echt over heel Nederland verspreid. Ik zit nog even te kijken of ook het zuiden vertegenwoordigd is hier.
Maar het gaat zo snel dat ik dat bijna niet kan bijhouden. Maar ik kan wel zeggen dat het echt van Vlaardingen tot de Utrechtse Heuvelrug... en van Zuidwest-Friesland tot ergens diep in, wat zou ik zeggen, Heilo. Nou ja, in ieder geval, dat is helemaal mooi. Dat we zo ontzettend verspreid zijn in heel Nederland vertegenwoordigd is. Van de mensen die hier zijn. Nou, de laatste, en dan zijn jullie weer even van mij af. Wat is het eerste woord dat in je hoofd opkomt wanneer je denkt aan een groene gemeente? Welk woord komt dan als eerste in je op? Bomen. Biodiversiteit. Natuur inclusief. Kijk, dat is iemand die al wat meer weet over het hele beleidsgedeelte. Rust, veiligheid, Partij voor de Dieren. Een groen dak, water, gelukkig. Ja, dus ook iets over het welzijn. Ecoloog. Dat zou mooi zijn als we ook wat meer ecologen zouden hebben die zich om de gemeente bekommeren. Maar vanavond gaan we het daarover hebben. Dank voor jullie antwoorden. En blijf vooral actief meedoen vanavond. Dat kan door je vragen aan onze sprekers in te sturen, door onderin je scherm te klikken op Q&A. En mijn collega's Monique en Linda, die zitten in de regiekamer hier ergens, hierboven, meen ik, en die doen de moderatie van de vragen. En na de presentatie zal ik met de beide sprekers verder gaan praten en krijg ik een selectie van jullie vragen hier op mijn tablet te zien. Dus af en toe kijk ik daar even op. Dat is dan niet omdat ik niet geïnteresseerd ben in de sprekers die straks aan tafel zitten, maar omdat ik even kijk wat jullie graag willen weten. Probeer de vragen alsjeblieft wel kort te houden, want ja, ik ga geen hele betogen voorlezen. En zet er even bij aan wie je de vraag wilt stellen. Laten we beginnen. Onze eerste spreker is dokter ingenieur Robert Snep. Hij is senior onderzoeker Groene Steden aan de Wageningen Universiteit. En hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de verduurzaming en vergroening van bebouwde gebieden en bedrijfsterreinen. En weet alles van stedelijke biodiversiteit en ecosystemen, klimaatadaptatie, dus aanpassen aan klimaatverandering, en natuurinclusief bouwen. Dat woord zagen we net ook al voorbij komen. Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook overheden. Robert, ga je gang. Dankjewel, Marianne. Goedendag, welkom iedereen. Ik wil eerst iets gaan vertellen over hoe we kunnen komen tot groene natuur inclusieve steden. Daarvoor gaan we eerst even uitzoomen. Als we eigenlijk kijken naar de hele wereld, dan zien we dat die wereld verurbaniseert, verstedelijkt. Steeds meer mensen wonen in die steden. In 2008 zijn we het moment voorbij gegaan waarop meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont. En in Nederland is dat nog veel meer. Daar woont inmiddels 3/4 van de mensen in steden. En die 3/4 die woont in ongeveer zo'n 8 miljoen woningen die we hebben. En daar komen nog steeds meer woningen bij de komende jaren. We willen eigenlijk in de komende 10 jaar nog zo'n 1 miljoen woningen erbij bouwen. Als we nou kijken waar komen die woningen, dan zien we dat dat eigenlijk vooral in bestaande steden is, de steden raken verdicht, en rondom bestaande steden. En omdat dat allemaal niet heel snel gaat, probeert nu ook het ministerie probeert dat te versnellen. Die wil die bouw bevorderen, zodat de mensen die een woning zoeken dat snel kunnen krijgen. Nou, en dan vragen we ons af, als we die plaatjes zien, van waar gaat het dan naartoe met natuur? Heeft natuur daar een plek in die steden? En daar wil ik wat over vertellen. Daar hebben we namelijk onderzoek naar gedaan, vanuit Wageningen. Een aantal jaren geleden, wat is nou de rol van het stedelijk gebied voor die biodiversiteit? En daarbij hebben we gekeken naar de soorten die in de stad voorkomen. En dat zijn die in heel Nederland voorkomen. Dat zijn er zo'n 40.000. Daar hebben we een steekproef van genomen. Zo'n 1300 soorten hebben we bekeken. En we hebben aan deskundigen die van specifieke soorten verstand hadden gevraagd van, kunnen jullie nou aangeven wat is nou het belangrijkste biotoop waar deze soort voorkomt? En daarbij konden ze kiezen uit de volgende biotopen. Het kon gaan om soorten die echt helemaal afhankelijk zijn van die stad. Dat heet met een duur woord obligaat, stedelijk. Het kan zijn voor soorten die zowel in de stad als daarbuiten voorkomen, waarbij de stad toch heel belangrijk is. En bij die eerste, die obligaat, kan je denken aan een gierzwaluw die alleen op gebouwen broedt. En bij die facultatief stedelijke, daar kan je aan denken aan een soort als de merel die zowel in steden als in het buitengebied broedt. Dan hebben we soorten die echt afhankelijk zijn van het agrarisch gebied,
soorten van echt van de natuurgebieden, soorten van de overgang tussen agrarisch en natuur, en soorten van het zeeleven. En uiteraard kunnen we niet van alle soorten precies zeggen waar ze voorkomen. Nou, van die ruim 1350 soorten hebben we hier, even kijken, kunnen we hier zien waar ze zijn ingedeeld. En die soorten zijn random getrokken. En daaruit blijkt, als we dan gaan kijken, dat als we die twee eerste categorieën bij elkaar optellen, dat ze ongeveer 10% van de soorten, van die 1300 soorten, dat die iets met die stad heeft die echt helemaal afhankelijk is van die stad of voor een belangrijke mate. Als we dan kijken hoe groot het stedelijk gebied in Nederland is, dan is dat ongeveer, even kijken, ja, is ongeveer zo'n 12%. Dus dat zit in dezelfde orde grootte. En dat is belangrijk. Als we dat bijvoorbeeld vergelijken met de volgende categorie, dat is namelijk het agrarische, dan zien we dat zo'n 4% die is afhankelijk van het agrarisch gebied, terwijl maar liefst 54% van Nederland agrarisch gebied is. En daar zien we dus een disbalans. Dat landbouwgebied biedt veel minder voor de natuur dan die stad. Op zich een interessante constatering. En dan kunnen we verder kijken. Wat zien we daar nog meer? We zien ook dat er steeds meer soorten in die stad komen. En dan duiken allerlei kleine soorten op. En soms duikt er een soort op die wel zo groot is en zo duidelijk zichtbaar dat we hem niet kunnen missen. Bijvoorbeeld zoals de bever. In Groningen, maar ook in Limburg, op allerlei plekken duikt hij op. Dus je zou kunnen stellen dat die stad steeds soortenrijker wordt. Er komen steeds meer soorten in die stad. Maar toch denken wij dat dat een tijdelijk fenomeen is. We denken dat uiteindelijk die stad minder interessant gaat worden voor biodiversiteit. En waarom? Omdat we zien aan de soorten die we al lang monitoren in de stad, die we al lang volgen, daarin zien we dat het slechter gaat. Dat is bijvoorbeeld ook beschreven met de stadsvogels. Een soortgroep die goed bekeken worden. Daarin zien we dat de soorten zoals de merel, die zowel in de stad als daarbuiten broedt, dat die het in de stad slechter doet dan daarbuiten. Beide gaan ze achteruit. En die merel, en hoe dat dan precies komt, dat weten we niet zeker. Maar zeer waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat die stad intensiever wordt benut. Dat er minder overhoekjes zijn. Dat tuinen worden bestraat. Dat er gewoon meer steen is en minder groen. Nou, als we dat willen voorkomen, dan zullen we dus de stad als leefgebied voor wilde planten en dieren moeten behouden. En dat is belangrijk voor die biodiversiteit. Maar er is één soort in die stad die is heel dominant. En dat is de mens. En die mens die heeft ook iets met natuur. En die mens die heeft iets met natuur, die wil van natuur genieten, maar daar is ook iets aan de hand. Als we dat dan kijken, dan zien we eigenlijk dat als je aan 50-plussers vraagt, heb je nou als kind onder de 10 jaar, heb je daar gespeeld in de natuur, veelvuldig, regelmatig, dan zie je dat een groot deel zegt, ja, dat als klein kind kwam ik regelmatig buiten en was ik in het groen en met de natuur bezig. Als je dan kijkt hoe dat in de loop van de tijd is gegaan, dan zie je eigenlijk dat het enorm is afgenomen. En als je dat aan de pubers van tegenwoordig vraagt, hoe zij als kind in de natuur hebben gespeeld, dan is dat nog minder dan 10%. En dat doet iets. Dat doet iets voor dat gebrek aan natuurervaring die we krijgen. Dat doet iets voor ons als gezondheid, maar dat doet ook iets met natuur. En daar hebben wetenschappers weer naar gekeken en iets van gevonden. Even kijken. Ja, daar heb ik hem. Dat is een heel ingewikkeld schema, maar in het midden zie je daar staan het uitsterven van natuurervaring. En het belangrijke is, en je ziet dat dat een effect heeft op je eigen gezondheid en dat er van alles gebeurt. Het belangrijkste is dat dat ook uiteindelijk minder kans op natuurervaring, dat dat de belangrijkste trigger is. Want in die steden, als je geen natuur kan ervaren, ja, dan sterft die natuurervaring ook uit. Dus als we iets daaraan willen doen, dan zullen we niet alleen de stad voor wilde planten en dieren interessant moeten houden, maar ook voor de beleving daarvan. Zorg ervoor dat de stadsnatuur beleefd kan worden. En dat die natuur er dan ook is. Nou, en eigenlijk zegt de wetenschap dat ook op een andere manier ook. En die zegt er zou meer groene infrastructuur in die steden moeten zitten. En dat er zou het behoud en het herstel van natuurlijk groen is belangrijk. En daarnaast wordt ook gezegd, zorg voor high quality natuur. Zorg ervoor dat je ook echt natuur kan beleven. Bijvoorbeeld, ik kom zelf uit Eindhoven, daar hebben ze poelen bij scholen. Daar kunnen kinderen onder begeleiding kijken naar het water, leven vlakbij hun eigen school. Daar gaan ze vanuit de school naartoe. Dat is echt een interessante manier van natuurbeleving. Nou, al die namen die je erbij vindt, dat zijn allemaal wetenschappelijke publicaties die dat verder verduidelijken.
En dan gaan we kijken, wat gebeurt er nou met die verstedelijking? Met die 10 jaar, in de komende 10 jaar, waarbij we die miljoen woningen willen realiseren. Hoe gaat dat nu? En dan zien we eigenlijk, heb ik een plaatje. Op de ene as zien we dat eigenlijk, en dan kan je van hoog naar laag gaan kijken of er groen is met de meerwaarde voor mens en natuur. En het andere as, daar zie je eigenlijk de tijd. Vanaf de beleidsfase, de plannenmakerij, tot en met de daadwerkelijke uitvoering. En dan zie je dat we vaak heel goed beginnen. En we beginnen met mooie groene stadambities. Iedereen wil een groene stad. Nou, op zich heel fijn. Maar als je dat dan vertaalt naar, op het moment naar een bouwproject, dan zie je eigenlijk dat in dat bouwproject al vaak, in het plan van aanpak, dat het daar minder scherp in beschreven staat. Dat het gewoon minder hard omschreven staat wat te doen voor dat groen en voor die natuur. Als je dan kijkt hoe het ontworpen wordt, dan zie je eigenlijk hetzelfde. En dan zie je eigenlijk dat het groen verdwijnt, dat er minder groen in komt als helemaal aan het begin ooit bedacht. En dat de kwaliteit voor de ecologie, maar ook voor de mens, vermindert. En wat we dan overhouden, dat noem ik ook wel decorgroen. Dat is groen wat er op zich leuk uitziet, waarvan de baten voor de mens, maar ook voor de natuur minder zijn. Voor de klimaatadaptatie, het tegen die wateroverlast en tegen die hitte kunnen beschermen. Voor onze eigen gezondheid, maar ook voor die wilde natuur om ons heen. Dus de vraag, nou, en wat kunnen we daaraan doen? Eerst hier nog even een voorbeeld hoe dat dan gaat. He, dit is zoals het wordt ontworpen, wordt gezegd, kijk eens, zo zou het kunnen zijn. En dit is wat het dan uiteindelijk wordt. En dan ziet iedereen wel eigenlijk, ja, is dat nou zo leuk om daar te wonen? Vaak is het goed bedoeld wat mensen willen. He, dit is een voorbeeld, he, op Twitter stond het, daarbij werd gezegd, kijk, wij bouwen nestkasten in voor vogels. En sommige vogels, zoals een gierzwaluw, die vliegen wijd uit. Die kunnen in een wijde omgeving hun voedsel vinden. Maar sommige vogels, ook als een huismus, die zitten veel meer rondom behuizing. En dan moet daar ook voldoende zijn. Nou, en dan zie je al wel, als je kijkt de reacties op de Twitterbericht, is dat er mensen zeggen, wij hebben ook al die nestkasten, maar eigenlijk merken we onvoldoende van die vogels. En dan wil ik hun vragen, ga eens mee naar bijvoorbeeld Culemborg, de wijk Eva Langsmeer. Daar kan je zien dat je op de verschillende schaalniveaus, op de verschillende plekken iets voor die natuur kan doen. Bijvoorbeeld op het gebouwniveau met een groendak of een nestkast of liefst allebei. Maar ook in je tuin, die ook echt natuurwaarde heeft. In de straat, waar je ook natuur kan beleven. En uiteindelijk ook in het wijk, wat je achterop ziet, dat bosje. En dat allemaal bij elkaar, dat sluit op elkaar aan. Daar kunnen die soorten goed leven. En dat is wat we dan een natuurinclusieve woonwijk noemen. Dus het kan, het bestaat in Nederland op verschillende plekken. En nou is het kwestie als we die miljoen woningen gaan bouwen, om dat veel meer te gaan doen. Nou, hoe je dat precies moet doen, daar zijn een aantal partijen al een aantal jaren mee bezig. Zoals de Vogelbescherming, de Zoogdiervereniging, die hebben die site een checklist groenbouwen, waarbij je als bouwer kan ingeven hoe gaat mijn gebouw eruit zien. En je hoeft niks van die natuur te weten, alleen te zeggen hoe ziet mijn gebouw eruit. Krijg je allerlei vragen over hoe, wat is er aan het gebouw? En dat is bijvoorbeeld een van die vragen. Heb je gevelbetimmering? En vervolgens kan je dat ja of nee, kan dat invullen. En daarna krijg je een advies over hoe je dat zo kan doen, dat dat bijvoorbeeld voor vleermuizen iets biedt. Nou, dat is een eerste stap. Een volgende stap is ook waarbij we veel meer hebben gekeken. Naar hoe ga je dat dan met elkaar doen? Want het is niet alleen maar technische informatie, maar ook samenwerken. En daarin is gekeken, iedereen heeft zijn eigen rol en iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En hoe kan je jouw verantwoordelijkheid als bouwer, als gemeente, als woningcoöperatie nou oppakken? Nou, daar komen ook allerlei zaken uit waarmee je aan de slag kan gaan. En dan is er ook nog de specifieke kennis van bijvoorbeeld het ontwerpvak. Hoe ontwerp je nou een natuurinclusieve woonomgeving? En Maaike van Stiphout van DS Landschaparchitecten, die heeft een gids geschreven, die hier staat, waarbij ze eigenlijk de ontwerper door de ogen van plant en dier naar de omgeving laat kijken. En meeneemt uit de natuur als klant naast de mens. En meeneemt wat daarvoor te doen. Bijvoorbeeld dan, in dit geval weer voor die vogel, aan welke gevel je iets voor die soorten kan doen en ook welke beplanting daarbij hoort. Er zijn er ook nog gemeenten die daar iets in doen. Er is een gemeente Den Haag, echt een koploper. Die hebben een puntensysteem ontwikkeld, waarbij je als je een bouwproject indient, je een aantal punten moet halen om uiteindelijk een goedkeuring te krijgen. Dat gaat dan vooral op de gronden van de gemeente zelf. En daarbij, dat gaat voor, die punten krijg je door natuurinclusieve maatregelen. Zoals een groen dak, een groen gevel, bepaalde plantingen in je tuin, nestkasten, etc. En daardoor worden in al die bouwprojecten worden die maatregelen meegenomen. Nou hebben de bouwers hebben zich ook verenigd recent, een jaar terug ongeveer. Hè, dat zijn de NEPROM en Bouwend Nederland en Woningbouwers NL. Daar zitten eigenlijk al die bouwers bij. En die hebben gezegd, wij willen meer met klimaatadaptatie en meer met natuurinclusief gaan doen.
En dat is door het Rijk, hè, door de ministeries wordt dat ondersteund. En wij hebben daar, Maaike en ik en ook de mensen van de Vogelbescherming, hebben geprobeerd hun daar de kennis voor aan te reiken. Dat hebben we onder andere gedaan door te kijken naar natuurinclusieve woonwijken die al een aantal jaren geleden, 20, 30 jaar geleden ontwikkeld zijn en hoe die nou functioneren. En wat, daar hebben we van allerlei dingen voor op een rij gezet. We hebben al die locaties bezocht. En dan zie je bijvoorbeeld dat je ziet dat er verschillende eigendomsverhoudingen zijn. Hè, dat verschilt van plek tot plek. We hebben bewuste locaties door het hele land gekozen. Met een verschillende stedenbouwkundige opzet, hoogstedelijk of wat lager. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken, wat kan je nou doen voor natuur? En dan kan je bijvoorbeeld denken, heb je het bestaande groen wat op de plek van de bouwlocatie was, heb je dat nou meegenomen? Heb je inheemse beplanting gebruikt? Dus er zijn nog allerlei andere dingen die je kan doen voor natuur. En we hebben gekeken, in welke gevallen ging dat nou goed en waar zou het eventueel beter kunnen? Dan hebben we ook nog van een deel van die locaties was bekend wat daar aan vogels voorkomt. En dat, we weten zoveel van die vogels in Nederland dat we dat kunnen vergelijken met hoe dat voor eenzelfde type wijk elders in het land uitpakt. En of men dan boven of onder gemiddeld scoort. En dan zie je heel veel groene en donkergroene vakjes. En dat laat eigenlijk zien dat het boven gemiddeld is. En in een enkel geval van een bepaalde wijken, daar waren nog wat weinig nestkasten. Die waren wat, toen was het inbouwen van nestkasten nog niet standaard. Dus die scoren daar wat lager op voor de huizenbroeders en de holenbroeders. Maar de meeste scoren ver boven gemiddeld. Omdat ze aandacht hebben gehad voor de natuur bij de aanleg. Waar we ook naar hebben gekeken is van, hoe beheer je dit nou? En hoe doe je dat met elkaar? Hoe doe je dat met gemeenten, met de openbare ruimte en de bewoner? En eventueel een woningcorporatie? En dat zijn allerlei verschillende manieren om dat te doen. En daar kunnen we van leren. Want uiteindelijk worden deze wijken, die worden langjarig, langdurig worden die goed onderhouden qua ecologie. Nou, dan wil ik eigenlijk nog een laatste geval laten zien. Dit is een woonwijk in ontwikkeling. En dat zit nog in de papieren fase. Dat is de Merwede Kanaalzone midden in Utrecht. Gaat heel hoogstedelijk worden. Het gaat over meer dan 500 mensen per hectare. Dus 100 bij 100 meter waar meer dan 500 mensen komen te wonen. Het gaat om die hoogbouw die je op de achtergrond van dit plaatje ziet. En daarbij hebben we gekeken, hoe krijgen we nou zo'n wijk natuurinclusief? En dat hebben we vanuit Wageningen samen met de gemeentelijke ecologen, met een heleboel anderen gedaan, gekeken, wat kan je dan doen? En er is recent nog een artikel over verschenen, waarbij we echt naar doelsoorten hebben gekeken, specifieke soorten in die wijk. En gedacht hebben, niet alleen hoe krijgen die een plek, maar ook hoe kunnen die beleefd worden? En die aanpak die gaat helpen ook voor draagvlak. Nou, ik wil eigenlijk eindigen met een voorbeeld van hoogstedelijk natuur inclusief ontwikkelen. Dit is het Medina-complex in het centrum van Eindhoven, waar ik zelf woon. En als je daar in het voorjaar of in de zomer rondloopt, dan hoor je de vogels fluiten en dan zie je de vlinders vliegen. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe het eigenlijk kan. Dus er zijn voorbeelden, het kan, laten we het nu gaan doen. En wilt u in uw gemeente ervoor zorgen dat dit ook gebeurt, dan heb ik een aantal aanbevelingen. U kunt bijvoorbeeld richting de gemeente, richting de projectontwikkelaar of de bouwer hem wijzen, of hem of haar wijzen op wat er allemaal kan. Dus op die sites over die checklist of op dat bouw natuurinclusief waar al heel veel informatie staat hoe dat te doen. En ook dat rapport wat ik net liet zien van al die mooie voorbeelden. Maar ook zou u aan de gemeente of de projectontwikkelaar kunnen vragen, wilt u lid worden van dat platform van die bouwers en die ontwikkelaars die ook samen met die gemeente werken aan dat natuurinclusief bouwen. En dat kan op de website kanbouwen.nl. En tenslotte is het natuurlijk heel mooi, Den Haag is ermee begonnen, Amsterdam doet het ook, Ede. Er zijn steeds meer gemeenten die dat puntensysteem overnemen. En ook met dat puntensysteem kunnen we stappen zetten. Dat was mijn verhaal. Dankjewel, Robert. Ja. Ik wil je uitnodigen om aan tafel te komen. Ja. En als je nou denkt, maar ik kan het niet allemaal zo snel opschrijven, al die websites met tips. Wij zetten het ook op de website ngpf.nl. Zo kunt u het kunnen jullie het later ook nalezen. Robert, dank je wel voor je aan de ene kant heel erg informatief, maar ook tegelijkertijd heel praktische presentatie die je hebt gegeven. Met allemaal tips. En daar houden we van praktisch idealisme. Je had het over natuurbeleving. Heb je dat zelf als kind wel heel veel meegekregen? Was je veel in de natuur? Ja, ik ben zo'n kind ik ben nu 47. Ik ben als kind echt heel veel ik woon aan de rand van de stad. Heel veel in de natuur geweest. Ook mijn eerste jeugdervaring was natuur. En ik heb net afgelopen vrijdag met mijn zoontje ben ik naar diezelfde omgeving geweest om te kijken naar de paddentrek. En daar waren weer tientallen padden aan het lopen. Mijn hele klas meegenomen.
Op een avond. En ik ga aankomende woensdag dat met de klas van mijn dochter doen. Ja. Dus ik denk namelijk in de leeftijd, hè, dat die kinderen tussen de 3 en de 13, zullen we zeggen, die vinden dit interessant. En als we ze daar kunnen raken, als ze dan kunnen inspireren, dan kunnen ze de rest van hun leven dat houden, dat die passie voor natuur. Want het heeft jou ook geraakt. Is dat ook je drijfveer? Zijn dat idealen? Ja, ja, ja. Ja? Ik probeer natuurlijk, hè, ik ben als onderzoeker onafhankelijk en ik probeer de feiten op een rij te zetten, maar wij proberen zeker ja, daarmee bij te dragen aan een meer leefbare en natuurlijke wereld. Ja, oké. Ja, je houdt je dus al 20 jaar ermee bezig. Zit daar wel genoeg positieve beweging in? In die verandering van denken ook? Ja, nou kijk, het interessante is dat toen wij begonnen, toen ging je al die gemeenten uitleggen dat groen een meerwaarde heeft voor de mens zelf en voor de natuur. En dan moest je dat hele verhaal 100 keer vertellen. Inmiddels weten die gemeenten dat. Heel veel gemeenten weten dat. En willen dat ook gaan doen, is de vraag hoe gaan we dat doen? En daar proberen we ze bij te helpen. Wat we wel zien is dat die kennis neemt toe, de interesse neemt toe, ook de bouwwereld is geïnteresseerd. Alleen ons land gaat wel heel snel nu, is nu aan het verstedelijken. Dus de kennis neemt wat toe, maar de bouwprojecten nemen nog hard. Dus we proberen te versnellen. Op ja, het, omdat mensen ook het idee hebben dat er meer gebouwd moet worden. Terwijl dat is natuurlijk ook de vraag of dat wel zo nodig is om te hebben als zoveel bebouwing. Ja, maar we zien eigenlijk ook wel dat je kan aan de voorkant een mooie groene ambitie neerleggen als stad. Maar uiteindelijk moet heel die bouwkolom moet mee. Hè. Al die bouwers, al die ontwerpers, iedereen moet dit begrijpen om dit uiteindelijk goed te kunnen doen. Ja. Dat is nog wel een redelijke opgave. En zijn er dan ook dingen die goed zijn voor de natuur in gemeenten, maar die mensen, dus beleidsmakers of projectontwikkelaars, liever niet willen horen? Nou kijk, wat ze heel graag zien is dingen die makkelijk mee kunnen. He, dus dan hebben we het over nestkasten inbouwen. Dat is inmiddels heel populair geworden. Maar zo'n vogel, zeg ik wel eens, die broedt in zo'n nestkast, als ik dan even de huismus als voorbeeld pak. Maar die heeft meer nodig dan alleen dat. Ja. En wat we eigenlijk zien is dat je dan op architectonisch niveau, op het niveau van een gebouw, dan zet je dat kastje erin. Dan zeg je, kijk, afgevinkt, nestkast aangebracht. En dan kijk je dus naar de omgeving en dan valt er niks te eten. En dat kan op een dak, met een groen dak, maar dat kan ook op het maaiveld. En daar is natuurlijk, de vierkante meters zijn er maar weinig, is beperkt. Ja. Het gevecht om de ruimte is hard. En ik zeg wel, als je dat wil, dan moet je ook die ruimte voor die natuur geven. Ja, ja, dus ruimte voor de natuur. Want dat is ook een vraag die iemand stelt hier. Die zegt, ja, ziet u dan een rol weggelegd voor de aanleg van recreatienatuur in de stad om zo kwetsbare natuurs buiten eigenlijk te ontlasten? Als ik kijk naar de meerwaarde die natuur in de stad kan hebben, is het voor die bijzondere soorten die juist het van de stad moeten hebben, heb ik net iets over verteld. Maar ook om die natuur te kunnen ontmoeten, om die natuur te kunnen ervaren. Dus ik zou het heel mooi vinden als we in steden, en dat hebben we gelukkig op een aantal plekken, als we dat zo doen, dat er enerzijds die bijzondere soorten in die stad kunnen overleven en anderzijds ook natuur echt beleefd kan worden. Dus een pool wat wij in Eindhoven hebben, 25 poelen nabij scholen. En waarom is dat niet in iedere stad? Maar verstoort dat dan niet? Nou, natuurlijk verstoort dat wel. Maar als die poelen er niet waren geweest, waren die amfibieën of die andere soorten er sowieso niet geweest. En al die kinderen die in aanraking komen met zo'n poel, nemen dat hun hele leven lang mee. Ja, die komen misschien ook wel hier ooit op deze stoel te zitten. Ja, maar dan zouden ze misschien ook moeten nadenken over hoe ga je dan met een dier om? Moet je dat dan eruit gaan zitten pakken en daar kunnen ze natuurlijk prima. En ja, en dus wij proberen daar natuurlijk ook die balans in te vinden. Hè? Als ik met mijn kinderen op stap ga, wil ik dat ook ze enerzijds ervaren, maar ook met respect voor. Ja. Nou is er ook iemand die zegt van, ja, wat is er nou nodig om natuurinclusief bouwen goedkoper te maken dan regulier bouwen, zodat het aantrekkelijk wordt voor projectontwikkelaars? Waarbij je dus uitgaat van dat projectontwikkelaars niet te veel geld uit willen geven. Nou, ik weet niet of het goedkoper wordt. Dat zal lastig zijn. Ik denk wat wel belangrijk is om te zorgen dat het, dat het niet zo duur wordt dat het daarom afvalt. Hè? Dus eigenlijk merken we, als we heel veel ontwikkelende partijen spreken, dat die het op zich prima zouden vinden om dit te doen. Ja. Alleen dat de kennis ontbreekt, en nou, daar proberen ze aan te helpen, dat het soms zo is dat de gemeente dat moet bevragen. En dat doordat we het meer gaan doen, wordt het natuurlijk uiteindelijk ook alles goedkoper. Ja. Dus die nestkasten die worden goedkoper, maar ook in die ruimte hoe we die slim kunnen, beheermethode, inrichtingsmethode, hoe we dat slim ecologisch kunnen doen. Dus dat maakt allemaal wel, als het standaard wordt, als het mainstream wordt, dan wordt het uiteindelijk allemaal veel goedkoper. Ja. En uiteindelijk is de vraag natuurlijk niet of we het ons kunnen veroorloven, maar of we het ons kunnen veroorloven om het niet te doen. Ja, want dan krijgen mensen die eigenlijk steeds meer geïsoleerd raken van die natuur. En dat heeft welzijnseffecten, gezondheidseffecten. Ja. En dat ook het draagvlak voor natuur wereldwijd neemt dan af. Ja. Ja, ja, want denk aan de gezondheidskosten die het alleen maar oplopen dan. Er is iemand die zegt, ik mis
braakliggend grond met stukken die ook onder water staan, waar de natuur haar eigen gang kan zijn. En waar jongeren kunnen ontdekken wat er groeit en leeft. Ja. Ik denk ook omdat dat, je krijgt soms ook wel het idee dat het erg veel tuinieren is. Dus alles wordt ingericht alsof de natuur zelf niet zich kan ontplooien. Nee. Nou ja, ik heb net een paar minuten gehad. Ik kan ook hier van alles. Die braakliggende natuur is een hele belangrijke inderdaad. Dat is een terechte opmerking. Veel bijzondere soorten in de stad houden juist daarvan. Alleen die stad intensiveert. Er komen steeds meer mensen die iets op een stukje land in die stad willen. En als we dat niet op een gegeven moment echt een functie geven, dan kunnen we nog van zeggen, dan laten we het braak liggen. Maar we moeten het op een gegeven moment wel een naam geven. We moeten zeggen, nou, dit wordt wilde natuur die dan beleefd kan worden, in plaats van een terrein wat voorlopig leeg staat. Ja, ja. Dan ga je natuurlijk heel erg uit van, er moeten meer woningen komen en de natuur en de stad zal nou eenmaal intensiveren. Terwijl dat zijn natuurlijk ook politieke keuzes die gemaakt worden. Hè? En die kun je natuurlijk ook weer veranderen. Ja, alleen als onderzoeker kan ik daar... Nee, precies. Helaas... Dus jij past je aan dat wat de politiek eigenlijk... Nou ja, ik denk dat, dat we zien, daar begon mijn verhaal mee, dat de wereld wordt, we komen steeds meer mensen en die gaan over allemaal in die stad zitten. En als we niet oppassen, zijn we over 1 of 2 generaties het contact met natuur echt kwijt. Ja, dus het is ontzettend belangrijk om ook te kijken hoe je ook wat meer... Juist in die stedelijke omgeving die lastig is, ja, en de druk waarvan wat men kiest om daar te gaan wonen, om dat dan toch goed te doen. Ja. Oké. Okay. Ik zit even te kijken naar de tijd of we nog even de ruimte hebben voor nog wat vragen. Dat is er, dus dat is mooi. Dus even kijken wat hier wordt gevraagd. Wat is het belangrijkste voor biodiversiteit in de stad? Grote parken, groene brede bermen of nog iets anders? Wat moet je vooral koesteren? Ja, nou, ook weer een hele interessante vraag. Eigenlijk zijn er altijd 3 dingen die belangrijk zijn voor natuur in algemene zin. Is het oppervlakte? Hoe groot is het? Ja. Dat is de kwaliteit. Hoe bijzonder is het? Wat is de ecologische waarde? En dat is de verbondenheid. He, dus kan een soort van het ene gebiedje naar het andere gebiedje. Ja. En dan maakt het per soort weer uit wat dan van die 3 het belangrijkste is. Sommige soorten zijn heel mobiel. Een koolwitje vliegt gewoon de hele stad door en gaat overal langs en stelt niet hele hoge eisen aan kwaliteit. Maar andere vlinders die vinden dat wel heel bijzonder. Dus die kunnen minder ver vliegen en die willen op dat plekje ook specifieke plantensoorten. Ja. Dus het maakt uit voor waar je het voor doet. Alleen ik denk wel dat de ruimteclaim eigenlijk, laten we vooral ook even een deel van de stad claimen om daar iets met natuur te doen. Dan kunnen we het daarna ecologisch gezien nog interessanter maken. En waarbij die bermen, waar het nou net over ging, bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om die gebieden aan elkaar te verbinden. Ja, precies. En dan heb je het natuurlijk ook over niet alleen de gemeente waar veel bebouwing is. Maar hoe maak je ook een connectie met het buitengebied, hè, met de gemeente. En is daar overleg tussen... Zullen we zeggen, typisch verstedelijkte gebieden en het meer platteland. Kijk, eigenlijk zie je dat in de stedenbouw verschillende stromingen zijn. En een stad als Amsterdam, maar ook Eindhoven, die heeft gekozen voor een scheggenstructuur. Die laten eigenlijk een aantal, die breiden... Wat voor structuur? Een scheggen. Scheggenstructuur. Dus eigenlijk groene vingers. Ze zeggen dan groene vingers gaan de stad in. Dus het groen gaat de stad. Maar eigenlijk breiden ze de stad zo uit dat die groene vingers overblijven. En dat houdt in dat je eigenlijk tot in het centrum van de stad heel makkelijk... hier in het centrum van de stad, ga het Westerpark in en via de Brettenzone ga je zo de stad uit richting de kust. En zo kan je via allerlei gebieden heel makkelijk... Dat geldt dan voor Amsterdam, maar geldt voor een aantal andere steden ook. En dat kan de mens recreatief makkelijk buiten, maar dat kan de natuur natuurlijk ook. Dus ja. In de stedenbouw is dat een hele succesvolle strategie... in plaats van gewoon steeds maar verder bouwen. En dan uiteindelijk is de afstand van het centrum van de stad tot het buitengebied... Ja, qua groen is enorm. Ja. Dat is niet handig. Begrijp ik. Goed, nou dan gaan wij naar je collega Fabrice Otburg. Hij heeft ook een presentatie voor ons. Hij is ook onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En in samenwerking met IVN Natuur, Re-educatie en vele vrijwilligers... onderzoekt hij het effect van zogeheten tiny forest... op biodiversiteit, CO2-opslag... hittestress en waterberging. Fabrice, aan jou het woord. Dankjewel, Marianne. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Fabrice Otburg en ik ga u iets vertellen over Tiny Forest. Een van de kleine projecten, als het ware, in een stad. Een Tiny Forest is een bosoppervlakte van 200, 250 vierkante meter. Het is een project op initiatief van het IVN. En het is ontwikkeld eigenlijk door een ingenieur uit India, Shubhendu Sharma. En die heeft het concept, vormgegeven. En het IVN Nederland heeft dat naar Nederland gehaald. En vervolgens zijn ze bij ons terechtgekomen met de vraag... kunnen we dit onderzoeken? Kunnen we dit met vrijwilligers doen? En levert het ook biodiversiteit op? En daar ga ik het een en ander over vertellen. Nou, een tiny forest is een klein bos van 200 tot 250 vierkante meter.
groot, waarin ongeveer 600 bomen worden aangeplant, verdeeld over 25 tot 40 soorten. De bodem van de Tiny Forest wordt bewerkt met een kleine mulchlaag, dat is een soort strooisellaag, die wordt aangebracht. U kunt eigenlijk denken aan een soort verkapte bladlaag, die normaal gesproken bij een bos pas ontstaat na vele jaren dat het bos oud is. Dit gaat dus wat sneller. Naast dat er alleen maar gebruik wordt gemaakt van inheemse soorten, wordt er ook nog een hekwerk omheen gebracht om de jonge aanplant in het begin zo in de stad zeg maar een beetje te beschermen. En een tiny forest blijft in de regel binnen een gemeente minimaal 10 jaar staan. Op dit moment staan er in Nederland al zo'n tegen de 200 tiny forests bij meerdere gemeentes. En vaak tegenwoordig worden ze aangelegd op schoolpleinen of nabij basisscholen. En het doel daarvan is om de kinderen meer in aanraking te laten komen met bos. Want uit onderzoek is gebleken dat heel veel kinderen niet meer of nauwelijks meer in het bos komt. En dus ook nauwelijks meer die natuurervaring hebben waar Robert het zojuist ook over heeft gesproken. Nou, daarnaast kun je als particulier ook een tiny forest aanleggen. Dat is dan maximaal of een minimaal oppervlakte van 100 vierkante meter. Er zijn weinig voorwaarden aan en daar heeft IVN ook een heel handboek voor geschreven. En op de website van IVN, die ziet u onder in beeld staan, kunt u ook de nodige informatie vinden. Nou, vanuit Wageningen monitoren wij nu al vanaf 2017 meerdere tiny forests, in totaal 11 stuks. En het laatste onderzoeksjaar dat liep afgelopen jaar, 2021. Dat zit niet in deze presentatie, want dat wordt op het eindsymposium bij IVN nog verkondigd. Nou, van de 11 bossen die wij onderzoeken, liggen er 2 in Zaanstad, Groene Woud en Gouwse Bos. 2 in Delft, Schoenmakersplantage en het Kristalbos. 3 in Almere, Auditree, de Bos die mist en de Matthijbos. 1 in Ede, het Bosplein. En dan hebben we nog eentje in Den Bosch, dat is Harendongs plekje. En 2 in Utrecht, Muziekplein. En Eigenwijze Artan. Nou, hier ziet u een overzicht van de 11 bossen die worden gemonitord. Een wintersbeeld. U kunt al zien dat het echt kleine bosjes zijn. Zo groot als een tennisbaan ongeveer. Veel meer is het ook niet. Kleine groene elementen. Nou, het monitoren, dat hebben we dus gedaan met vrijwilligers. En daar hebben we een soort protocol voor opgesteld. En dat moet een laagdrempelig protocol zijn. Wij starten altijd met 15 minuten vogelobservaties op afstand. Want als je erin loopt en vogels worden verstoord, dan vliegen ze weg. En dan kun je ze ook misschien soms niet zien. Nadat je 15 minuten hebt geobserveerd, probeer je de soorten die niet zijn aangeplant. Dus de bomen en struiken die zijn aangeplant, die doen niet in die instantie niet mee. Maar je probeert alle soorten, planten en beestjes te scoren. In ieder geval op soortniveau. En als het kan, tot op soort als op soortgroep en als het kan tot op soortniveau. Spelregel is dat je alleen alles meetelt wat binnen de omheining zit. Op de bodem, op de struiken, op de grond. Als het vliegt in een tiny forest, telt het alleen mee als het aantoonbaar is dat je ziet dat het bijvoorbeeld fourageert. Dus met andere woorden, vliegen er 20 kokmeeuwen over tiny forest heen, dan tellen die niet mee. Want die hebben geen relatie direct met de tiny forest. In elke tiny forest zijn 15 tapijtegels neergelegd van 50 bij 50 centimeter. Een structuurelement die alleen maar helpt om de soorten eerder in beeld te krijgen. Veel soorten gaan daaronder zitten. Denk bijvoorbeeld aan pissebedden, steenlopers, dat zijn duizendpoten, of donkere glimslakken. Je loopt als vrijwilliger minimaal 1 keer per maand. En wij hebben ze allemaal voorzien van zoekkaarten, zodat iedereen ook wat handiger de soorten in beeld kan brengen. En daarna zijn er tegenwoordig ook de nodige apps zoals PlantNet en Opsidentify die ook nog helpen om soorten in beeld te brengen. In totaal hebben we al meer dan 200.000 waarnemingen, verdeeld over 26 records. En de figuur laat hier de 11 tiny forests zien. En je ziet dat het nogal verschilt. Gouwse Bos in Zaanstad en Groene Woud zijn de 2 oudste tiny forests. De eerste was ook het Groene Woud, die we al vanaf 2017 monitoren. En je ziet dat de aantallen al vele malen hoger liggen dan bijvoorbeeld het Bosplein in Ede, wat ruim 5.000 soorten telt. Waarnemingen, excuses. Is een beetje appels met peren vergelijken. Want het ene bos is dus later aangelegd. Heeft nog een lange ontwikkelingstijd te gaan. En we vergelijken ook niet zozeer de bossen met elkaar van wie is nou beter. Daar gaat het niet om. Het geeft ons inzicht. Wat leeft het nou op? Gemiddeld is dat ongeveer 20.000 waarnemingen voor al die 11 bossen. Nou, heel Holland zoekt dus beestjes. Hier ziet u de taatdiagrammen van die 11 bossen. Dat genereert dus de soortgroepen. Ik heb het even 3 uitgelicht. Dat ziet u hier. Dat is het Groene Woud. Dat is de meest linkse.
Rechtsboven ziet u Almere Poort. En rechts onderin ziet u de Bosumist. En dit is de verdeling over de soortgroepen. Nou, dat soortgroepen zijn bijvoorbeeld naakslakken, pissebellen, regenwormen, vlieg, bladluis, duizendpoot. Dat is dus heel laagdrempelig, omdat we graag willen dat iedereen die mee wil doen als vrijwilliger dat ook kan. En vaak zien we in de praktijk dat mensen in groepjes gaan en op die manier gezamenlijk gaan inventariseren in het veld. En later komen we nog wel even op de soorten terug. Je ziet dat vaak een hele groot taartpunt, bijvoorbeeld bij Groene Woud, is dat 57% mieren zijn geteld. Dat is op zich ook niet zo heel vreemd, want als je een mierenkolonie onder het tapijttegel tegenkomt, dan kappen wij dat af bij 100, want 1000 of 2000 mieren vallen niet te tellen. En die scoren al snel heel hoog. Datzelfde geldt bijvoorbeeld als je bladluizen ziet. Nou, rechtsboven die figuur gaat het al ongeveer om 15 soortgroepen die je kunt tegenkomen. Dus een hele korte tijd krijgen we al een heel goed inzicht wat er allemaal zo voorkomt in een tiny forest. Gemiddeld hebben wij ongeveer 37 soortgroepen bij tiny forest. Dat ziet u hier. Dit is dus de soortgroep die aanwezig zijn voor de 11 bossen. En we hebben ook even in beeld gebracht hoe vaak een tiny forest wordt bezocht. En dat heeft namelijk, dat geeft ons inzicht hoe vaak gaan vrijwilligers naar een tiny forest. En je ziet daar echt heel veel verschil in. Bijvoorbeeld het Kristalbos in Delft is slechts 90 keer bezocht. En dat is ook niet door vrijwilligers gedaan. Dat hebben wij zelf uiteindelijk bezocht, omdat we daar geen vrijwilligers op konden krijgen. Terwijl we bijvoorbeeld het Gauwsebos in Zaanstad of Almerepoort in Almere, daar vinden we heel veel inzet van vrijwilligers. En dat zien we dan ook terug in de waarneming en het aantal soorten die zijn gevonden. Het aantal diersoorten die we hebben aangetroffen. In totaal zijn er 636 diersoorten nu aangetroffen. Verschillende soorten. Waarbij met name Almere Poort toch best hoog scoort met 240. Ten opzichte van bijvoorbeeld Kristalbos in Delft, waar er maar 71 zijn gevonden. Dat heeft wel een kanttekening. Wij gebruiken natuurlijk die tapijttegels. En er zijn een paar tiny forest bossen waarbij die tapijttegels stelselmatig worden weggehaald. En dat zien we dan ook terug in het aantal waarnemingen. Dus dan krijg je een onderbelichting als het ware. Nou, wat voor diersoorten kun je dan allemaal tegenkomen? Ik kan natuurlijk niet alle 636 opnoemen. Maar bijvoorbeeld linksboven slakkendoders, groene sabelsprinkhanen, gewone wegslakken, merels, vroege zandbij, zwartkopvuurkever. Nou, van allerlei soortgroepen kom je dus tegen en individuen. En het is heel gevarieerd. En Robert had het net al eventjes over de stadsvogels, waar het minder mee gaat. Heel veel van deze soorten die je hier ziet staan, zijn vaak voor heel veel zangvogels stapelvoedsel. Dus tiny forest draagt ook bij aan vogelsoorten in de stad. We hebben ook enkele verdachte soorten die we uit de dataset hebben gehaald, zoals de Franse veldwesp, die eigenlijk in Midden- en Zuid-Europa voorkomt en in Nederland heel sporadisch wordt aangetroffen in Zuid-Limburg. We hadden een waarnemer die een kolibrie had gezien. Zeer waarschijnlijk is dat een kolibrie vlinder, maar er was geen foto van. En we konden het ook niet verifiëren. En een kolibrie zelf is natuurlijk een vogel en die komt helemaal niet in Nederland voor. We hebben ook de springkikker. Die lijkt erg veel op onze gewone bruine kikker. Maar dat is een soort die helemaal niet in Nederland voorkomt, behalve op één plek in Nederland waar die zeg maar geïntroduceerd is en wat niet de bedoeling is. Dus eigenlijk een exoot. Maar de springkikken in Den Bosch die hebben ook uit de dataset gehaald. En op die manier halen we alles eruit. En onderaan ziet u enkele vliegensoorten. Groene vleesvlieg, keizersvlieg. En die zijn dan door sommige mensen tot op soortnaam gedetermineerd. Maar dat is behoorlijk lastig, want daar heb je eigenlijk een binoculair of een microscoop nodig om de haren op de genitaliën te tellen. En wij vrezen dat heel veel mensen dat niet in het veld gedaan hebben. Dus op die manier proberen we onszelf niet rijk te rekenen. Soorten die verdacht zijn, die gaan de dataset uit. Alle planten, want in een tiny forest zijn eigenlijk alleen maar bomen aangeplant en enkele struiken. Alle planten die dan opkomen, die worden ook in beeld gebracht. En in totaal zijn er 298 plantensoorten aangetroffen. Zoals onder andere klein hoefblad, madeliefje. Het zijn niet echt hele zeldzame planten, maar wel een hele hoge variatie. En heel veel van die planten zijn voedselbronnen voor heel veel insecten. Wilde bijen, dagvlinders, nachtvlinders, etc. We hebben ook nog even gekeken naar de waarnemingen, aantal waarnemingen per bezoek. En dan zie je dat het toch best aardig gescoord wordt. Hè? De Groene Woud en Gauwsebos gaat al tegen de 500 en over de 500 waarnemingen per bezoek heen.
Dat is niet zo vreemd, want als je in dat soort wat oudere bosjes, want dat zijn de twee oudste, de tegels omdraait, dan zie je soms met gemak 200-300 gewone oprolpissenbedden. Of je ziet 20 steenlopers. Terwijl andere bossen is dat een stukje lager, omdat de bossen nog wat jonger zijn en in ontwikkeling. Dus de verwachting is ook dat daar het aantal waarnemingen in de loop van de tijd zal toenemen. Nou, Tiny Forest heeft ook meegedaan met de Bodemdierendagen. De Bodemdierendagen worden georganiseerd door het NIO. En in samenwerking met ons Center for Soil Ecology. En iedereen, ook in zijn eigen tuin, kan jaarlijks meedoen met de Bodemdierendagen. En kan dan via een bepaalde methodiek, die door het NIO is opgesteld, de soorten in zijn tuin in kaart brengen. En zij hebben dan, en die kun je in, via een website in beeld brengen. En dan krijg je een score uit. Nou, het NIO heeft dat zelf vorig jaar ook gedaan bij het eilandje in de Hofvijver. En daar kwam een score van 9,1 uit. Nou, daar waren ze natuurlijk terecht heel trots op. Maar dat kon nog niet tippen aan onze twee oudste Tiny Forest, die alle twee met een 9,9 al wegging. Je ziet hier dat in 2017, want toen zijn de Bodemdierendagen begonnen, staat nog de score goed. En dat hebben ze later aangepast naar een cijfer. En als je goed naar dit tabelletje kijkt, dan zie je dat heel langzaam de Tiny Forest die mee gaan doen. In het begin wat lager scoren, naarmate ze wat ouder zijn, scoren ze steeds beter en gaat het ook naar een voldoende. En de opnames voor die Bodemdierendagen zijn altijd in oktober. Wat wij ook bekeken hebben, is hoeveel neerslag vangt nou een Tiny Forest op. Dat konden we niet doen door een weermeter in het bos op te hangen, want dat werkt niet. Want als je dat doet en het regent heel hard, dan valt ook het water op de bomen neer en dan krijg je een soort dubbeltelling en dan heb je een te veel neerslag. Een watermeter moet je altijd doen in open ruimte. Nou, dat een alternatief wat we daarvoor gevonden hebben, we hebben de dichtstbijzijnde KNMI weerstations de gegevens van opgevraagd. Dat kan overigens iedereen doen, want die staan op internet. En daarvan hebben we berekend voor de periode dat de Tiny Forest is aangelegd tot het moment 31 december 2020. Hebben we gekeken hoeveel millimeter water er is gevallen. En dat hebben we omgerekend naar 250 vierkante meter. En er blijkt dat deze 11 Tiny Forest al ruim 6 miljoen liter water hebben opgeslagen. En wat weer door wordt gegeven naar de bodem. Je moet je even voorstellen, dat had ook natuurlijk allemaal versteend kunnen zijn. En dan is het 6 miljoen liter water wat via ons riool richting de waterzuivering wordt afgevoerd. En onnodig wordt gezuiverd. Terwijl wij juist weer het water in de bodemlaag moeten aanvullen. Collega's van ons hebben voor gekeken hoeveel CO2 nou een Tiny Forest vastlegt. Dat is in 2020 gedaan. Daar hebben ze een bepaalde methodiek op toegepast. En die methode die staat op de website. De link ziet je daarboven in de presentatie staan. Is voor iedereen te downloaden. En dan wordt uitvoerig uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Nou, en dan blijkt dat een Tiny Forest gemiddeld per jaar 127,5 kilogram CO2 vastlegt. Nou, dat is al een aardige score. In het tabelletje ziet u dat bijvoorbeeld de bos die mist maar slechts 4,3 kilo CO2 per jaar opslaat. Terwijl het Tiny Forest Groene Woud al meer dan 631,2 kilogram CO2 per jaar opslaat. Nou, dat heeft ermee te maken, Groene Woud en nog wat andere bossen die zijn al wat ouder. En een ander aspect wat meespeelt in de Tiny Forest bos die mist, heeft heel veel vandalisme plaatsgevonden. Het eerste jaar na aanleg zijn bijvoorbeeld alle bomen en struiken doormidden gebroken. Dat heeft ze weer op een achterstand gebracht. Dat duurt dan weer langer voordat het allemaal uitgroeit. En dat zien we dan hier ook terug. Dat zien we overigens ook een beetje terug in de waarneming van de soorten die zijn aangetroffen. Nou, die vastlegging van die 127,5 kilogram CO2 per jaar komt ongeveer overeen met circa 120 kilogram CO2 per jaar die in Boers et al wordt genoemd voor nieuw bos in de eerste 10 jaar na aanleg. Dus je ziet dat deze Tiny Forest wat dat betreft ook vrij snel meelift en dat het goede kant op gaat. Dus echt wel een aandachtspunt. Er is heel weinig bekend over de vastlegging van CO2 van jonge bossen in Nederland. Dus zeg maar onze grotere bossen. Dus Tiny Forest zou daar in de toekomst een bijdrage kunnen leveren om daar ook meer inzicht in te krijgen. En dat zouden we dan ook nog met andere type oudere boskernen mee kunnen vergelijken. Wat er dan niet moet gebeuren, en dat zie je hier op het kleine krantenberichtje, is dat dan een Tiny Forest onbedoeld wordt gebuldozerd en weggemaaid. Omdat slechts ongeveer 2 vierkante meter nodig was om een waterleiding er langs te leggen. Heeft de gemeente per abuis 60% van de Tiny Forest weggehakt. Ja, dat is dan wel een nadeel, want dan begint het spel weer helemaal opnieuw.
Dit is uiteindelijk allemaal weer hersteld. We hebben ook nog even gekeken naar de bodemtemperatuur. En dat hebben we gedaan door in de Tiny Forest de bodemtemperatuur te meten. Op straat, op het plantsoengras en onder de tapijttegel. En hier zie je daar een figuurtje van. Dit is een groene woud in Zaanstad. En als je goed kijkt, hier, dat is in augustus, zie je dat de gele lijn, dat is de straat, is de temperatuur al bijna 45 graden. Terwijl de oranje lijn, dat is de tweede lijn van onderen, is de Tiny Forest temperatuur rond de 20 graden. Dus dat verschilt aanzienlijk. En dat blijkt ook het hele jaar door, dat zie je op die hele kleine figuurtjes aan de rechterkant, dat het verschil aanzienlijk is tussen straat en gras, wat relatief warmer is dan de Tiny Forest bodem. Dus Tiny Forest draagt ook bij aan verkoeling binnen de stad. Nou, hier hebben we dat samengevat. Vanaf 2017 wordt het dus al gemeten in Zaanstad. De andere bossen zijn iets later gevolgd. We hebben gemonitord in 11 Tiny Forests. We hebben ruim 26.000 records, ruim 261.000 waarnemingen, meer dan 934 soorten. We scoren goed bij de bodemdierendagen. De 11 Tiny Forests vangen nu al 6 miljoen liter regenwater op. Er liggen al bijna 200 Tiny Forests in Nederland, dus dat is heel wat. En gemiddeld legt het 127,5 kilogram CO2 per jaar vast. En ze dragen bij aan het verkoelen van de stad. En hierbij wil ik in ieder geval mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers en studenten die zich al jarenlang toomloos inzetten voor dit project. Dankjewel. Dankjewel, Fabrice. Kom je erbij zitten. Wat enorm inspirerend en ook leuk om te eindigen met al die mensen die hierbij betrokken zijn. Ik denk dat er heel veel mensen ook thuis misschien wel denken, ik wil ook vrijwilliger worden. Kan dat zomaar? Ja, dat kan. IVN heeft trouwens heel veel projecten. Bij IVN? Ja, bij IVN kunnen ze vrijwillig worden. En ze hebben veel meer projecten waar je als vrijwilliger je kunt inzetten. Ja. En het is niet alleen maar vrijwillig in de vorm van, in dit geval, biodiversiteit in kaart brengen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook gidsen. Of, er zijn heel veel uiteenlopende projecten die ze hebben. De Slootjes Dierendagen doen ze bijvoorbeeld ook. Dus, ja. En kan je bijvoorbeeld ook met kinderen op pad? En als je de kinderen misschien iets bijbrengt over van hoe je met respectvol om kan gaan met de natuur? Dat doen ze ook. Dat klopt. Oh, ja. En wat ik niet in deze presentatie verteld heb, maar IVN heeft ook een lespakket ontwikkeld. Ja. Dus daarom zijn sommige Tiny Forests op schoolpleinen neergelegd of nabij schoolpleinen. Zodat in de klas de docent van dat lespakket gebruik kan maken en de natuur ook bij de kinderen kan brengen. Maar bij voorkeur natuurlijk in het Tiny Forest. Ja. En vaak is er een soort halve cirkel waar kinderen kunnen zitten op kunstmatige bankjes, boomstammen, dat soort dingen. En je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld een rekenles of een biologieles of een hele andere les in de Tiny Forest geven. Ja. Okay. Wat mij zo opviel in jouw presentatie is dat binnen een paar jaar in de natuur al zoveel leven zit. Dat het zo krachtig is. En dat fascineert mij. Waarom kom jij op voor de natuur? Wat is jouw passie, jouw fascinatie? Nou, dat begint van kleins af aan toen ik heel jong was. Ja. En ik alles mee naar huis sleepte. Daar komt mijn fascinatie vandaan. En dat je altijd iets... Ik heb altijd gezegd, ik wil iets met dieren doen. En dan, nou, dan moet dat nog maar blijken of dat lukt. Maar ja, als je maar vasthoudend bent, gaat het de goede kant op. Ja. En nu zit ik op de plek waar ik nu zit. Dus, Zijn er veel mensen binnen jullie, zal ik maar zeggen, métier, die ook heel veel houden van de natuur en van dieren, die passie hebben? Of zijn jullie twee uitzonderingen? Nee, er zijn er wel meer. Maar ik ken ook genoeg mensen die niet in ons vakgebied zitten en die daar ook van houden. Ja. En dat zie je natuurlijk ook afgelopen 2 jaar. Hè, heel veel mensen in de coronatijd gingen toch allemaal naar het bos. Ja. Met alle kanttekeningen die daar weer bij horen. Ja, dat keek ik wel eens met zorg naar. Want dat is natuurlijk ook weer met die Tiny Forest. Want dat moet dan ook educatief zijn. Dus er gaan mensen ook naar binnen. En je zegt, dan vliegen vogels ook op. Dus dat is niet zomaar even te doen. Hoe verstorend is dat? Nou, dat is niet zo heel verstorend. En overigens is een Tiny Forest in mijn visie slechts één groen element in zo'n stad. Ja. Eén Tiny Forest maakt ook geen zomer. Nee. Je hebt er heel veel van nodig. Maar als je goed naar die stad kijkt, en Robert vertelde ook al wat over, gaat het niet om één Tiny Forest. Je moet er misschien wel 100 hebben. Maar het gaat ook om groene bermen, groene daken, groene wadies. Die verbinding met elkaar en dat je die overhoekjes creëert, tijdelijke natuur. Maar als je dat wil, moet je als gemeente ook keuzes maken. Waar kunnen we dat realiseren en kunnen we dat ook handhaven? En niet dat 5 jaar later er toch weer gebouwd moet worden. Ja, want je had het ook over dat er een soort commitment is van 10 jaar. Dus je gaat hier echt spreken over tijdelijke natuur. Maar waar moeten de dieren dan naartoe als ze na 10 jaar het recht hebben om het plat te bulldozeren? Nou kijk, de soorten die nu aan bod kwamen,
en dat zijn er toch best heel veel, zijn geen zwaar beschermde soorten in Nederland. Mm-hmm. Dat zijn de algemene soorten. Ja. Waarvan heel veel zeldzamere soorten, of de vogels die even te sprake kwamen, weer afhankelijk van zijn. Ja. Want dat zijn hun voedselbronnen. Ja. Dus als dit weer plat gebuldozerd wordt, ja, dat klinkt heel hard, maar zo is in Nederland wel een beetje in elkaar. Als je een initiatief hebt, of je nou wil bouwen, infrastructuur of industrie, dan doe je in principe jaar rond onderzoek naar beschermde natuurwaarden. En als blijkt dat daar een setje beschermde natuursoorten uitkomen, dan kun je middels een mitigatie- en compensatieplan een vergunning aanvragen. En als die vergunning verleend wordt door het bevoegd gezag, bijvoorbeeld de provincie, ja, dan met alle respect, maar dan gaat de bulldozer inderdaad overheen en wordt het bebouwd. Ja, dus het is heel erg kortzichtig om alleen maar te kijken naar de beschermde diersoorten. Wil je de natuur beschermen, dan zul je alle dieren moeten beschermen. Ja. Want ze zijn van elkaar afhankelijk. Als wij de biodiversiteit in de benen willen houden, en dat doen we middels beschermde soorten, moeten we die onderlaag, de algemene soorten, ook een plek geven. Ja, ja, precies. Dus dat is eigenlijk meer een bredere visie op het hele ecosysteem. Ja. In plaats van dat je alleen maar postzegels gaat, bepaalde bijzondere postzegeltjes, meer waarde gaat geven dan de gewone postzegel, zal ik maar zeggen. Ja. Even kijken hoor. Ik heb hier heel wat vragen ook weer. Hoeveel bomen en planten passen er in een tiny forest? Verdrukken zij elkaar niet? Ja, dat zal zeker gebeuren. Dit concept komt van die Indiër. Subendu Sharma. Ja. En dat is een afgeleide van de Miyawaki-methode. En uiteindelijk, als je zoveel bomen bij elkaar zet, hij heeft het concept zo ontworpen dat er 80% snelgroeiers en 20% langzaamgroeiers in zitten. En hij heeft dat toegepast in India, in semi-woestijnlandschap. En daar groeit dat heel snel en heel snel dicht. En dan krijg je ook een dichtere onderlaag. Bij ons zul je zien, als je dat toepast, bijvoorbeeld 80% snelgroeiers zijn vaak wilgen en populieren. Ja, die verdrukken andere soorten eruit. Ja. Maar dat is ook onderzoek. Als iemand een concept aandraagt, is het niet altijd per definitie dat wij het concept gaan verbeteren. Wij kijken wat werkt. En uiteindelijk, daar is het nu nog te vroeg voor, maar over een paar jaar gaan we weer kijken. En dan kijken we ook van, nou, wat staat er nou van die beplantingslijst nog overeind of niet? Ja. Nou, sommige dingen kun je al voorspellen. Ik voorspelde al dat die populieren die wilgen het overnemen. Komt ook weer wat anders voor in de plaats. Nou, en dat verschilt ook een beetje aan de regio en de ondergrond waar je iets op plant. Ja, ja. Zou een tiny forest, is ook een vraag, gecombineerd kunnen worden met een voedselbos? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Waardoor je multifunctionele natuur. Ja, in het tiny forest Gouwse bos staan al een paar fruitbomen, maar dat kan. Ja, ja, oké. Okay. Er is iemand die zegt, ik ben wel eens tapijttegels tegengekomen aan de rand van een grote bos op regelmatige afstanden. Zou dat ook een onderzoeksproject zijn geweest? Ja, dat kan heel goed, want die tapijttegelmethodiek hebben we niet hierin ontwikkeld. Die heb ik, Wat bedoelt hij met tapijttegels? Letterlijk heuga tapijttegels van die 50 bij 50 centimeter. Ja? Wij hebben dat ooit toegepast, en dat doen we nog steeds trouwens, bij het monitoren van ecoducten en de toeloop naar ecoducten, om te kijken of doelsoorten die in ecoducten zijn, die verbindt dan weer versnipperde gebieden, om te kijken of die doelsoorten ook bijvoorbeeld hazelworm, of levenbarende hagedis of zandhagedis, of die ook aanwezig zijn en of ze langzaam eroverheen gaan. Hoe kun je dat zien? Sommige soorten zijn individueel herkenbaar. Bijvoorbeeld kampsalamanders hebben we bij Groene Woud in Best gedaan. En dan maak je de foto's van de buikpatronen. En als die aan de ene kant zit, en dan door de tijd heen volg je elk beest. En op een gegeven moment kom je die aan de oostkant zit, weer aan de westkant tegen of andersom. Nou, okay. Daar komt deze methodiek vandaan. Oh, oké, dus dat zou heel goed een onderzoek kunnen zijn geweest. Nou ja, je had het over van tiny forest. Daar ga je niet. Dat zet wel wat zoden aan de dijk, hebben we gezien. Maar het zal niet zorgen voor een totaal vergroening van een gemeente. Wat is daar meer voor nodig? Nou, Robert gaf het net al een beetje aan. Schaal. Hè, dus je hebt meer van dit soort plekken nodig. Maar waarom zou je dan een minibosje ergens neer gaan zetten als je als gemeente niet gewoon de ambitie moet hebben om een groter perceel natuur te hebben? Binnen de stad is het heel moeilijk om grotere percelen te vinden. Ja. Uitzondering van een paar parken, maar die zijn er vaak al. Om echt grotere percelen te vinden waarvan je zegt bijvoorbeeld 4-5 hectare. Hier gaan we alleen maar natuur realiseren. Ja. Er ligt heel veel druk op. Vaak is er al een bestemming. Woningbouw is natuurlijk heel vaak nummer 1, als het ware. En zeker in de huidige tijd. Dus die inbreiding die drukt daar ook wel een beetje op. Maar daar moet je dan weer een visie eigenlijk voor ontwikkelen. Ja. Want is een park in de gemeente wel natuur? Ja en nee, maar dat ligt eraan hoe je het park inricht.
Ja, hoe wordt dat op dit moment gedaan? Ja, en wat mij betreft hoeft een park niet 100% natuur te zijn. Want dan ben je blind, als het ware, voor de andere functie die een park heeft. Picknicken, spelen, hond uitlaten, dat soort zaken spelen ook mee. Alleen je moet wel, als je dat allemaal wil combineren, zul je er ook iets aan voorlichting over moeten doen. Ja, oké. Iemand zegt, ik lees in eerdere verschenen berichten dat er een gemeente is geweest die minibossen erg kostbaar vond en dus als een nadeel zag. Wat kunt u hierover zeggen? Nou, dat een tiny forest kost 20.000 euro. Waarvan 20.000 euro? Ja, waarvan ongeveer de helft 10.000 euro nodig is voor bodemonderzoeken. Vaak, hè. Je kunt niet zomaar ergens beginnen met graven. Dus er moet bodemonderzoek en alles uitgevoerd worden. De gemeente moet vaak dat deelgrond ook nog verwerven. Daar is vaak ook nog geld voor nodig, nou, et cetera, et cetera. En een ander deel gaat naar de inrichting en de beplanting van de tiny forest. Ja. Maar zit het dan wel tussen de oren ook van dit soort beleidsmakers, degene die de besluiten moeten nemen, wat de kosten zijn als we het niet doen? Als het gaat dus inderdaad die hitte, de oververhitting van versteende gebieden, het water dat extra gezuiverd moet worden, terwijl het eigenlijk nergens op slaat. Ja, nee, dat zien ze niet altijd direct. Nee, en is dat dan jouw taak om dat te doen? Dat hoop je. Hè? Ik probeer dat mee te geven. En dat doet IVN ook. Overigens is IVN daar heel transparant over. Al die zaken, ook die kosten, staan allemaal bij hun op de website. Kan iedereen zo ook inzien. Ja. Maar dat probeer je wel mee te geven. Ja. Maar hoe reageren ze dan? Wat is jouw ervaring met politici die dan zeggen, ja, het kost allemaal te veel. We moeten eerst meer geld verdienen voordat we met dit soort hobby's... We kennen dat soort partijen nou, toch wel? Ik denk niet dat het helemaal zo is. Er zijn veel gemeentes die ja zeggen tegen Tiny Forest. Zijn er ook heel veel gerealiseerd. Ja. Maar dat is een ander punt wat je hier schetst. Gemeentes moeten ook inkopen als het ware kennis en kunde. Ja. En gemeentes die één of meerdere ecologen in dienst hebben, die helpen binnen de gemeente ook de andere collega's die vaak projecten draaien, of dan woningbouw, infrastructuur of wat het ook is. Ja. Die helpen die andere collega's om meer inzicht te krijgen. En er zijn ook heel veel gemeentes die hebben helemaal geen ecologen in dienst. En dat zijn vaak de wat kleinere tot middelland gemeentes. Ja, en dat is een stuk lastiger. Dat is natuurlijk allemaal een verschil in plattelandsgemeenten en meer verstedelijkte gebieden in de Randstad bijvoorbeeld? Nou, bij investeringen in dit soort kennis? Ik woon niet in een echte plattelandsgemeente. Ik woon in de hoofdstad van de Betuwe, oftewel Tiel. En ik zie dat daar ook nog heel wat aan groen kan gebeuren, zeg maar. Ja. Ja, binnen de gemeente, zeg maar. Maar zijn er grotere gemeenten die veel meer bezig zijn met de ecologie in hun gemeente dan kleinere gemeenten? Ja, want dat zijn ook vaak gemeentes die al... Rijkere. Het gaat niet om rijk, maar die hebben geïnvesteerd. Maar die hebben ook door de ervaring geleerd. Hè? Waar net bijvoorbeeld al Ede kwam even te sprake. Die doet ook heel veel aan natuur in de stad. Maar die hebben in het verleden ook wel projecten gehad die hun hebben opgebroken. Ja. Dus daar pikken ze ook op van, dit moet misschien anders. Ja. Amsterdam doet heel veel, Rotterdam doet ook al heel veel. Dus dat verschilt een beetje per gemeente. En hangt het ook een beetje af van het platteland. Men zegt heel vaak, nou kijk om je heen, allemaal weilanden, dat is toch allemaal al groen. Waarom zouden we dan nog investeren? Als je nou in het groene hart kijkt, hè, vaak intensieve agrarische natuurgebieden, vaak ontwaterd. Hè, onderwaterdrainage speelt ook bijvoorbeeld een rol. Daarin zie je dat de effectiviteit van het benutten van dat landschap heel hoog is. En dat heel veel soorten, denk aan de weidevogels, dat is het meest bekende voorbeeld. Maar ook heel veel graslandvlinders, zoals de argusvlinder, zie je dat die in dat soort gebieden heel hard achteruit gaan. Dat we de bodem en te veel gebruiken. Ja, te intensief. Ja, te intensief. Ja. En dat zijn toch hele, voor het oog hele groene gebieden. Zover als je kunt kijken, zijn gewoon alleen maar groene grasmatten. Dus... Ja. Is het eigenlijk, nou, een woestijn waarschijnlijk misschien nog wel meer biodiversiteit, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is daar een groot probleem met de biodiversiteit. Ja, ook in de landbouw zijn ze wel bezig. Hè? De collectieven zijn een paar jaar geleden allemaal opgekomen. Natuurinclusieve landbouw, daar komt steeds meer in zoen. Carolo Schout had voor een paar jaar geleden ook de kringlooplandbouw aangekondigd. Dus het is niet zo dat we daar helemaal blind voor zijn. Nee, het zal ook wel moeten, want het is onhoudbaar anders natuurlijk. Even kijken wat... hoe zou jouw ideale gemeente eruit zien als jij binnen zou lopen? En wat zou je dan om je heen willen zien? In een wijk van de gemeente bijvoorbeeld? Dat klinkt een beetje raar, maar dat vind ik in eerste instantie helemaal niet zo interessant. Ik vind de ideale gemeente is de gemeente die in beeld brengt waar zit mijn natuur? Waar zitten mijn beschermde natuurwaarden? Waar wil ik bouwen? Waar wil ik mensen laten wonen? Hoe kan ik dat combineren? En waar kan het soms niet? Ja.
Maar ik heb nu de indruk dat het altijd wel kan. Oké, dus we hebben niet alleen de gemeentelijke basisadministratie nodig van visie. De menselijke bewoners, maar ook eigenlijk van de dierlijke bewoners. Waar zitten de padden? Ja. Goed, nou, voordat we met elkaar verder spreken, Robert en Fabrice, wilden wij ook graag nog iemand aan het woord laten die uit de politiek komt. Wat doe je als gemeenteraadslid nu, als je in de praktijk allerlei hindernissen tegenkomt of juist kansen, als je probeert om je gemeente zo groen mogelijk te maken? En daarvoor zijn we op bezoek gegaan bij Maaike Moulijn van de Partij voor de Dieren in de gemeente Apeldoorn. In Apeldoorn voor groen strijden is op papier heel makkelijk, want alle politieke partijen zeggen dat ze hartstikke voor groen zijn. In de praktijk is het wat lastiger. Economische belangen gaan altijd voor ecologische belangen. Als er bij ons gebouwd wordt, wordt er heel vaak gekapt en dan wordt er ergens anders hergeplant. We hebben te maken met klimaatverandering. Sommige perioden zijn veel te droog en dan gaat de jonge aanplant dood door de droogte. En in andere periodes is het veel te nat en dan verrotten alle jonge aanplant. En dat geeft extra aan hoe belangrijk het is om oude bomen te behouden. Want die jonge aanplant die redt het gewoon heel vaak niet door klimaatverandering. Een tijdje geleden was er echt hele grote verontwaardiging in Apeldoorn. Omdat ze midden in het paddentrekseizoen zijn ze een sloot gaan baggeren. Ja, dat kan gewoon echt niet. Dus ik heb meteen de wethouder gebeld van wat gebeurt hier? Dit mag echt niet. Het is meteen ook stopgezet. En we hebben meteen de krant gebeld. Die kopte dus ook meteen massamoord in het park. Nou ja, op die manier proberen wij echt heel duidelijk de aandacht te vragen voor dieren en groen. Dat het echt anders moet. Ja, hier zijn ze dus met grof geweld tekeer gegaan. En omwonenden hebben allemaal egeltjes gevonden die hier geen plek meer hadden en verdwaasd rondliepen, terwijl ze eigenlijk in winterslaap horen te zijn. Wat vervelend is, is dat we continu alert moeten zijn dat datgene wat is afgesproken, dat ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Als je niet oplet, dan heb je al heel snel dat toch het hele veld gemaaid wordt in plaats van alleen maar bepaalde delen. Er moet echt iets gebeuren tussen de oren van alle uitvoerende medewerkers. Dat er echt anders gedacht wordt en dat we groen gaan beschermen. We moeten denken aan het allerkleinste insectje. Als we daar goed voor zorgen, dan zorgen we ook goed voor de rest van het ecosysteem. En dat is dus goed voor mensen en voor dieren. Nou, weer terug in de studio zitten we hier. Jullie hebben het gehoord. Is het herkenbaar, Robert, wat hier wordt verteld? Ja, en daar gaat het eigenlijk over het beheer van het groen. Hè. Het groen wat we nu al hebben. Ergens in mijn presentatie zat er ook nog bij het behoud en het herstel van het ecologisch groen. Want we hebben eigenlijk al best wel wat groen in steden. De een meer dan de andere. In de stad is wat groener dan de ander. Maar als we dat groen ook ecologisch op een goede manier zouden beheren, dan zouden we heel veel meer natuur hebben. Ja. En daar wordt wel aandacht aan besteed. Maar dat kan absoluut nog veel meer. Ja, bijvoorbeeld dat baggeren, waardoor de padden in feite allemaal dood zijn. Gebeurt dat vaak? Dat door onkunde, misschien niet zozeer omdat ze dat per se willen? Daarom schetste ik net dat het mooi zou zijn als een gemeente weet waar zijn beschermde natuurwaarden zitten. Alle amfibieën, ook de gewone pad, waar het trouwens heel slecht mee gaat in Nederland, is beschermd. En als je weet dat die er zit en de pad zit maar 2-4% van zijn tijd in het jaar in het water voor de voortplanting. Dus dat is een paar weken. Daarna gaan die volwassen dieren weer het land op. Ja. Dan komen de eieren uit. En die larven zitten ongeveer plus minus 100 dagen in het water. Dus dat telt dat bij op. Dan heb je het ergens over juni. En dan kun je in het najaar rustig die sloot baggeren. Zonder dat je maar één pad doodt. Ja. Ja. Dus, en dat is die kennis en kunde waar ik net ook even over had. Maar je moet wel weten waar zitten mijn beschermde soorten. Ja. En wanneer grijp ik wel in, wanneer grijp ik niet in. Want als je niet beheert en niet baggert, verlandt die sloot op termijn. En dan heb je ook geen habitat voor die soort. Ja, ja. En dat is natuurlijk altijd een beetje de kunst van hoe je aan de ene kant actief ingrijpt in de natuur. En aan de andere kant ook de natuur de ruimte geeft. En dat hoor ik ook heel vaak van gemeenten. Is dat ze eigenlijk niet de randen willen laten verwilderen, omdat ze dan klachten krijgen van bewoners dat het er zo slordig uitziet. Is dat ook zo? Gebeurt dat? Ja, nou, ik heb een interessant voorbeeld uit mijn eigen stad. Hè. In 2008 hadden we een economische crisis. En toen was er veel minder geld, ook voor groenbeheer. En toen heeft de gemeente gezegd, we gaan ons gazon
We hebben echt enorm, we hebben hectares vol met gazon in Eindhoven. Dat gaan we minder vaak maaien. En dat, uiteindelijk, omdat we op het zand zitten, hoef je dan uiteindelijk ook minder, hoef je nog maar één keer per jaar te doen. Dan is dat goedkoper dan iedere week in het seizoen daar de maaimachine overheen. En dat heeft natuurlijk wel bij een aantal mensen geleid tot van wat krijgen we nu. Maar we zijn inmiddels ruim 10 jaar verder, bijna 15 jaar. En wat we zien is eigenlijk dat daar allemaal bloemrijke kruiden zijn ontstaan. En dat mensen dat weten te waarderen en dat beeld ook gewoon geaccepteerd hebben. Ja. Dus er komt wellicht rechts en links wat weerstand. En het duurt soms even, maar met het juiste beheer, en je moet dat ook op de goede momenten, op de goede manier doen, krijg je er eigenlijk heel veel natuur voor terug die mensen weer gaan beleven. Ja, en je hebt minder kosten. En in dit geval heb je minder kosten. Het maakt uit van wat je doet, waar je doet, hoe je doet. Maar in dit geval is het inderdaad ook goedkoper. En het was jarenlang daarvoor niet bespreekbaar. Tot het op een gegeven moment zei, ja, maar we hebben gewoon minder geld, dan gaan we dit doen. En dan blijkt het gewoon een succes te worden. Ja, zoals wel vaker, crisis echt een keerpunt kan zijn voor overigens allerlei beleid. Er zijn ook voorbeelden van gemeentes waarbij ze het kruidrijke grasland gewoon laten staan. En langs de rand van de weg hooguit de eerste meter maaien. Zo, dan valt het niet over de stoep of over de weg zelf heen. En dan ziet het er veel beter uit. En een ander punt is, als iemand de gemeente belt, dan moet de persoon die oppakt. En als een bewoner klaagt, moet je ook even nadenken hoeveel bewoners hebben eigenlijk al hiervoor gebeld. Ja, ja. En dat zijn er vaak niet zoveel. Ja. Nou, een vraag, een gewetensvraag is, wie ligt er nou het meeste dwars? En ik kan me zo voorstellen dat jullie daar geen antwoord op willen geven, omdat jullie altijd proberen met alle partijen om tafel te zitten en iedereen redelijk te laten nadenken over hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen, vergroening van gemeenten. Maar als je het beestje bij naam noemt van waar nou echt altijd het knelpunt zit, dan zorg je ook voor dat dingen in beweging komen. Daarom wil ik toch heel graag van jullie weten, wie zit er nou het vaakste dwars van al die partijen waar jullie mee te maken hebben? Wat we zien is dat aan de voorkant iedereen zegt, we willen het. Ja. En dus we willen een groene, natuurlijke stad. Ja. Nou ja, dat is een ambitie die is wel gekomen in de afgelopen 10, 20 jaar. Mm-hmm. Maar wat we gemerkt hebben, is dat de consequentie daarvan, namelijk op een andere manier gaan werken als gemeente, als projectontwikkelaar, als een hele projectmachine die verstedelijking heet, die heeft men nog niet in de gaten. En al, het gaat bijvoorbeeld als je een gebied aankoopt, een weiland aankoopt om daar uiteindelijk een woonwijk te maken, dan ga je berekenen hoeveel geld je kan verdienen aan zo'n ontwikkeling. En dat is logisch, we moeten overal een begroting voor nodig. Maar als we dan iets met groen gaan doen, dan worden de baten van dat groen, die worden niet meegenomen als iets positiefs. Nee. En de kosten van die ruimte, die worden wel meegenomen. Ja. Maar dat instrument om op die manier de begroting te maken, dat zouden we moeten veranderen. En zo zijn er nog meer. Maar is dat gewoon omdat mensen zo in elkaar zitten bij een gemeente, omdat ze al die jaren natuur altijd hebben gezien als een kostenpost? Of is het ook vanuit een soort lobby van buitenaf om telkens de natuur maar te zien als een kostenpost? Waar is die? Nou, ik merk zelf niet zoveel van een lobby. Ik denk veel meer dat men altijd heeft nagedacht over het groen in de stad als decor. Ja, ja. Als gewoon van, we zetten daar een boom neer, het ziet er leuk uit. En nou gaan we veel meer toe naar dat we natuur willen hebben, natuur willen beleven, maar ook bijzondere natuur. Maar we willen ook die baten rondom hittestress, die koelingen. En dan hebben we meer nodig. Hebben we A, meer groen nodig, maar ook betere kwaliteit. Ja, die bewustzijn. Ik wil op reageren, want bestaande steden, oude steden, daarvan kun je nog zeggen, oké, daar is toen niet meteen zo over nagedacht. Maar zeker de laatste 15 jaar, als het niet langer is, weten we dat we het groen in de stad toch een betere plek moeten geven. En je zou eigenlijk verwachten dat als we nieuwe woonwijken bouwen, weilanden waar je net over sprak, die omgevormd worden naar nieuwe woonwijken, dat daar dan op voorhand in de spelregels, als het ware, in de uitvraag wordt neergelegd, je mag zoveel woningen bouwen, maar er moet zoveel procent groen zus, zo, kun je het over hebben. En dat dat in de uitvraag mee wordt genomen. Net zo overigens dat ik het raar vind dat we niet in de uitvraag neerzetten, elk nieuw dak wat gebouwd wordt, of dat een huis is of een industriepand, moet 60% zonnepanelen hebben. Ja. Maar dat is een andere discussie. Ja. Maar die uitvraag is stiekem heel belangrijk. Ja, en maar wie gaat het dan natuurlijk dan betalen? Want als dan projectontwikkelaars die verdienen heel veel geld aan meer bouwen. Maar als de uitvraag voor alle projectontwikkelaars hetzelfde spelregelsetje is, dan moet die projectontwikkelaar daar wel aan voldoen. Anders kan die gewoon niet bouwen. Dan kan hij iets indienen en dan krijgt hij het gewoon. Maar dan moet hij het dan ook betalen. Nou, en wij betalen dat als bewoners natuurlijk ook. Ja, maar hij mag wel heel gratis dat land in feite gewoon verwaarden. Ik weet niet helemaal of dat gratis is, maar
Het gaat er dus wel om dat... Hij maakt de winst op. Het gaat er wel om dat vaak zijn de provincies, niet alleen de gemeentes, maar de provincies, die dat soort... We hebben een goed voorbeeld hier in de buurt, bij de Bloemendaalse Polder, bij Weesp, waar bijna 3000 woningen worden gebouwd. Ja. En waar 1200 haaikikkers en 2500 rugstreeppadden het heel lastig gaan krijgen. Ja. Want er staan al heel veel woningen en de compensatie is nog steeds niet op orde. Nee. Dus ergens zou je verwachten dat, zeg maar, ook vanuit het bevoegd gezag een bepaalde visie en controle is die dat in goede banen leidt. Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijfterreinen die gewoon leeg staan, waar er niks mee gebeurt. Is dat nou ook een kans bijvoorbeeld om, zoals hier iemand vraagt, om daar een tiny forest te realiseren? Is daar oor naar bij de gemeente? Ja, maar je kunt je beter afvragen, als je een heel groot bedrijventerrein hebt wat leeg staat, wil je dan één tiny forest van 200 vierkante meter? Hoezeer ik dat project ook een warm hart toedraag? Ja. Of wil je zeggen van, we geven het hele terrein terug aan de natuur? Of we gaan daar woningen ontwikkelen? Ja. Ja. Maar wel natuurinclusief bouwen. Ja, oké. Okay. Wat nou als we, kunnen we als burgers ook een stukje grond in zelfbeheer nemen? In Amersfoort kan dat bijvoorbeeld. Kan dat elders ook? Zie je dat gebeuren? Er zijn veel gemeenten die dat stimuleren. Wat daarbij belangrijk is, dat er natuurlijk kennis en kunde moet zijn en eventueel materiaal, om dat op een goede manier te doen, maar vooral ook continuïteit. Wat we zien is dat er altijd buurtbewoners zijn die zeggen, dit willen wij gaan doen. Ja. Als je dan 2, 3, 5 jaar later gaat kijken, dan is die bewoner of verhuisd of heeft inmiddels iets anders te doen. Dus van de ene kant willen veel gemeentes dat wel ondersteunen. Van de andere kant wil men ook natuurlijk de continuïteit op de lange termijn. Dat je niet iedere keer weer zegt, oh ja, nou is dit stukje wel beheerd door de bewoners. Oh nee, ja, daarop moeten wij het als gemeente weer zelf gaan doen. Ja. En dat is, maar het is natuurlijk een prachtige manier voor bewoners om betrokkenheid te hebben met hun eigen wonen- en leefomgeving. Dus op zich, en ook om in contact te komen met die natuur. Dus veel gemeenten stimuleren dat op zich wel. Ja. En het hoeft ook niet altijd hardcore natuur te zijn. Hè? Het kan een combinatie zijn met bijvoorbeeld stadslandbouw. Dat gaat hartstikke goed. En, Dus er zijn heel veel opties. En hoe voorkomen we nou dat bedrijven zeggen, die bijvoorbeeld heel veel CO2 uitstoten, dat die dan met de bijenlinten zeggen, nou, nu zijn we ook bezig met het vergroenen van onze bebouwde omgeving? Ja, nou, dat zijn ze. Hè? Alleen ik denk dat je de optocht zo moet maken. Hè? Wat doet het bedrijf in totaal? Wat we zien, ik heb zelf onderzoek gedaan naar bedrijventerreinen, dat daar nog heel veel winst te halen valt. En dat is zo. Alleen je moet dat uiteraard afzetten bij wat het bedrijf verder doet. Ja. Wat impact is op milieu, om te bedenken van, ja, is het nou onderaan de streep uiteindelijk ook echt iets? Ja. En is het niet alleen maar decorgroen noem je dat, decorgroen, leuke manier om een groen imago te krijgen. Ja. 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 Wat natuurlijk wel gebeurt, bijvoorbeeld die bijenlinten. In Zuid-Holland gebeurt er nu heel veel en er wordt ook heel veel gemonitord. Ja. Dus dat moeten we ook doen. Hè? Als we iets aanleggen, kijk, we zijn voor natuur natuurlijk, we willen dat. En dat zul je zeggen, ja, dat zegt een onderzoeker heel snel. Maar als blijkt dat het niet werkt, moet je ook gewoon misschien een andere weg inslaan. Ja. Iets aanleggen en het ziet er in het begin zo mooi uit, maar je beheert het daarna niet meer op de juiste manier. Ja. En je volgt het ook niet. Ja, dan kun je na 10 jaar afvragen, als dan blijkt dat het niet werkt, was dat nou zo zinvol geweest? Ja, want je hebt ook wat ik ook wel eens afvraag, als je die akkerranden, die dan met allerlei klavers zijn ingezaaid, ziet langs weilanden en er wordt vervolgens wel met gif gespoten of wat dan ook op de akkers. Ja, er zijn ook voorbeelden. In Hoekse Waard bijvoorbeeld is een heel groot project geweest, waarbij ze ook dat soort akkerranden hebben ingezaaid. Ja. En waar ze niet met gif spuiten. En dan blijkt dat heel veel predatoren van plaagsoorten vanuit die akkerranden vervolgens die plaagsoorten aanvallen en opruimen. Ja, ja. Sluipwespen en zo. Maar dat zul je wel moeten volgen, want misschien blijkt wel dat je wat meer van die randen, of dat je om de zoveel meter zo'n rand moet neerleggen. Ja, als je dat niet volgt, dan weet je dat ook niet. Ja, of dat je ook kijkt van in hoeverre heeft die intensieve gebruik van de grond ook een negatief effect op alles wat daar in de buurt zit. Oké. Hoe zou je kunnen voorkomen dat zo'n tiny forest kapot wordt gemaakt? Vandalisme bijvoorbeeld of onbedoeld door werkzaamheden zoals jij net ook al aangaf? Nou, voornamelijk sleedoorn aanplanten. Dan laten ze uit hun hoofd en rozen. Dus dat hebben we ook al. Twee tiny forests hebben op een paar strategische plekken wat sleedoorns neergezet. En dat was ook heel snel klaar. Dat is ook een inheemse soort, hè? Ja, ja, ja. Dat kan dan ook. Ja, met van die hele grote doorn. Ja. Maar uiteindelijk is het. We merken ook dat het schijnbaar een nieuwigheid is. Ja. En op een gegeven moment is dat eraf. En dan laten ze toch. Maar die nieuwigheid duurt dan wel gauw 2,5 jaar. Bij de borstchemist. En afgelopen jaar begon die eindelijk een beetje door te schieten. Ja. Dus schijnbaar is dat dan op een gegeven moment goed.
En, ja. Maar hoe wordt er dan toezicht gehouden? Zijn dat dan, Kijk, als scholen er zijn, dan gebeurt er niet veel. Nee, maar nee. De docenten gaan natuurlijk ook naar huis om 5 uur. Ja. Of eerder, dat weet ik niet. Maar dan op een gegeven moment wordt het schoolplein overgenomen op sommige locaties door hangjongeren. Ja, en die vinden dat daar moet wat mee gebeuren. Ja. Dat gebeurt soms. Maaike had het ook over dat de economische belangen vaak zwaarder wegen dan ecologische belangen. Hoe kunnen we dat nou oplossen? Daar hebben we het net ook al een beetje over gehad. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat anders komt te liggen? Heel fundamenteel begint het denk ik met onze houding richting natuur. Mm-hmm. Dus wat ik straks vertelde is, als we die jeugd weer in contact brengen met natuur, gaat natuur weer een onderdeel uitmaken van onze bewustwording. Ja. Dat is het, laat ik zeggen, de lange termijn investering. Ja. Die gaat op dit moment onderuit, omdat dus dat contact met natuur op heel veel plekken verdwijnt. En dus heel veel jeugd groeit op zonder veel contact met natuur. En dan gaan we, net zoals met de klimaatverandering en die CO2 van 50 of 100 jaar geleden, dan gaan we op de langere termijn gaan we daar alleen nog maar meer negatieve gevolgen van zien. Ja. Dus meer dat contact, dan krijgen we meer bewustwording en dan krijgen we uiteindelijk meer draagvlak daarvoor. Dus dat is denk ik één ding. Ja. Het andere is wat we proberen vanuit Wageningen, vanuit andere onderzoekscentra ook, is beter te laten zien waar die meerwaarde voor de natuur zit. Voor de soorten zelf, maar ook voor de mens. Ja. Er zijn nou eenmaal mensen die vooral kijken, what's in for me, wat heb ik eraan? En als we dan kunnen laten zien dat de gezondheid verbetert van mensen, dat de arbeidsproductiviteit van werknemers toeneemt op groene bedrijventerreinen, et cetera, dan is dat ook een manier om te zorgen dat men het belangrijker gaat vinden. Ja. Dus er zijn er een aantal manieren om daar iets mee te doen. Maar het blijft, en ik ben daar mijn hele leven al mee bezig, het blijft een lastige. Ja. Om dat op een goede manier te doen. Hoe denk jij dat we dit, dat we ervoor kunnen zorgen dat mensen veel meer zien dat het van levensbelang is, onze natuur? Dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Want ik zie in mijn directe leefomgeving, soms lijken het haast wel twee kampen. Veel buurtbewoners die hetzelfde willen op die kant op gaan. En dat zijn er tegelijk gestemd en die hoef je helemaal niet meer te overtuigen. Mm-hmm. Maar hoe overtuig je nou bijvoorbeeld mensen die wel hun hele voortuin bestraat hebben. En die al het groen eruit hebben getikt als het ware. En die er helemaal geen interesse in hebben. Ik merk, soms neem ik dat soort mensen mee. En dan zien ze wat mijn werk een beetje inhoudt. En dan zeggen ze, oh, dat is hartstikke leuk. Ja. Dus het is ook op een of andere manier krijgen we dat niet goed. Ja, ik weet niet waarom ze dat gemist hebben. Want volgens mij hebben dat onze generatie allemaal wel op school gehad. Maar toch is dat niet zo. Dus, ja. En ik wil ook helemaal niet met vingers wijzen. Nee, dat snap ik. Maar er zit dus wel duidelijk iets wat tussen de oren moet veranderen. Gebeurt dit trouwens, die tiny forest, het vergroenen van gemeenten? Nederland zou misschien heel graag willen zeggen, nou, dit is nou een typisch Nederlandse ontwikkeling, die vergroening van gemeenten. Waar zijn ze al veel verder? Of is Nederland daar al heel ver in? Nederland is ver in, maar niet het enige land. Tiny Forest toevallig wel. Want Shubhendu Sharma, die India, had zelf ook al Tiny Forest aangelegd. Maar het bleek later dat wij de eerste waren die een jaar lang gemonitord hadden. Dat was in 2017. En daarna heeft IVN doorgepakt, zeg maar. Maar ondertussen zijn er al heel veel landen die Tiny Forest aanleggen. Soms ook wel een beetje aparte vragen. Ik heb ook een verzoek gehad uit Costa Rica of we daar een tiny forest konden aanleggen. Wauw. Ik dacht van nou, volgens mij hebben jullie oerwoud genoeg. Dat gaan we maar niet doen. Maar het moet wel een beetje realistische context. Maar overal kom ik ze al tegen. Curaçao, Australië, Engeland, alle Europese landen zo'n beetje. Dus is het een trend, vergroening van gemeenten? We zien, mijn verhaal begon met de verstedelijking wereldwijd. Ja. We zien natuurlijk in de gebieden die flink verstedelijk zijn. En er is Nederland, maar ook Duitsland onder andere een voorbeeld van. Maar we zien dat ook in Amerika en in Azië, verstedelijkte gebieden. Dan neemt uiteindelijk de behoefte aan groen neemt daartoe. En daarin zie je steeds meer innovaties rondom dak- en gevelgroen en op allerlei andere plekken om die steden te vergroenen. De Champs-Élysées, die willen ze nou gaan vergroenen. Daar willen ze een hoop extra bomen in krijgen. Maar dat is dus vooral in de plekken die nu al heel stedelijk zijn, omdat men die baten van het groen, de voordelen van het groen, steeds beter in de gaten heeft. Ja, dus daar zie je het wel. Oké. Er is iemand die ook nog, en dan denk ik dat we zo langzamerhand naar een einde moeten gaan. Wat voor weerwoord kun je als natuurorganisatie hebben wanneer de wethouder voor woningbouw zegt dat er een zorgvuldige belangenafweging is gedaan, maar de natuur moet worden opgeofferd? Als er geen beschermde natuurwaarden voorkomen,
op zo'n locatie, dan is het spijtig voor de natuur. Maar als je dan de natuurbeschermingswet volgt, dan kun je vrij makkelijk toch overgaan tot bouwen. Als er wel beschermde natuurwaarden voorkomen, dan zul je daar een ontheffing voor aan moeten vragen. En in de regel, heel vaak, moet je mitigering compenseren. Ja. Dus ik ben nu zelf bezig met binnen de gemeente Ede en ProRail. Daar verdwijnt ongeveer 0,85 hectare leefgebied voor de zandhagedis. En die beide partijen hebben zich geconformeerd om hiervoor 5 hectare compensatiehabitat te realiseren voor de zandhagedis. Dus bijna 500% meer. Dus hartstikke goed. Ja. Dus, ja. Okay. Ja. Ja, en die zorgvuldige afweging is natuurlijk een interessante, wat dat dan precies is geweest. En de vraag is ook, als je het op die plek niet kan realiseren, dus stel dat de wethouder zegt, ja, we gaan daar nou eenmaal bouwen. En het stel dat die natuur die daar aanwezig is niet beschermd is, dan zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, oké, maar als we daar nou gaan bouwen, wat gaan we dan investeren in onze gemeente of in onze stad, om uiteindelijk die balans tussen wonen en natuur op een goede manier te houden. Ja, dus je moet door blijven vragen, maar waar gaat het dan wel liggen? Ja, en als je dus daar je aandacht op het bouwen richt, en ik doe dat bijvoorbeeld ook niet natuurinclusief, hè, want dat zou natuurlijk ideaal zijn. Dat levert soms zelfs, als je dat vergelijkt met een stukje landbouwgebied, levert dat nog meer natuur op dan daarvoor. Ja. En dan is er veel winst daar, dus vraag inderdaad vooral door. Ja. Maar in de regel zou het toch zo moeten zijn dat binnen de gemeentes zelf al een visie is hoe je nou met die natuur omgaat. Ja. En waar je wel gaat bouwen en waar niet en waarom. En, nou ja, dat ontbreekt toch te vaak. En ik denk dat gemeenten het niet alleen kunnen. Want als ik dit zo hoor, dan moet er dus ook landelijk in de politiek beter gezorgd worden voor al die soorten die op dit moment niet beschermd zijn. Want dan kunnen gemeenten dus ook meer. Nu moeten ze ook vaak gewoon zeggen het mag, want de soorten zijn te algemeen. Ja. Ze worden niet beschermd. Oké, okay. Als je trouwens zelf een stuk land hebt en je zou een tiny forest willen hebben, zou dat gewoon kunnen? Ik heb niet zo'n hele grote tuin, maar ik heb al jarenlang een tiny forest. Zeg dat hier, dus misschien is het hier wel... Nee, maar het kan heel goed, ja. Oké, okay. En dan jou bellen of IVN? Of? Kun je het IVN benaderen. Ja, ja, niet allemaal jou bellen. Nou ja, iedereen mag mij bellen, maar het concept is van IVN. Dus, ja, precies. Ja. Oké, heel goed. Nou, dan wil ik jullie hartelijk danken voor alle heldere antwoorden en de betrokkenheid ook bij onze natuur. Om onze leefomgeving een stukje mooier te maken. Het kan niet altijd makkelijk zijn, want ook jullie komen natuurlijk, moeten soms ook vechten tegen de bierkaai, kan ik me zo voorstellen. Maar weet dat er heel veel mensen, en dat heb ik ook vandaag weer gezien met alle vragen die er zijn gesteld, het fantastisch vinden dat jullie dit doen. En ga vooral daarmee door. En ik vermoed zomaar dat jullie heel wat nieuwe vrijwilligers krijgen voor alle projecten die er zijn in Nederland. Voordat ik jullie ga bedanken natuurlijk, heb ik nog één vraag. We hebben Slido net gebruikt en dan gaan we het nog een keertje gebruiken. Dus pak weer even het apparaat waarop je dat hebt gebruikt. Want ik ben heel benieuwd naar het volgende. Welk kernwoord of thema is je na dit symposium over het belang van groene gemeenten het meest bijgebleven? Typ dat alsjeblieft in op Slido en doe dat nu. Dan ga ik weer op de monitor kijken. Natuur inclusief inspiratie. Volhouden. Sleedoorn. Insecten. Dus even kijken. De jeugd. Ja. Mitigerend. Verbinding met de natuur, ruimte voor groen, integraliteit, tiny forest. Nou, dat zou dan ook wel heel raar zijn als dat niet meer terug zou komen. Aan de slag. En zo is het. We moeten aan de slag. Heel veel dank dat jullie erbij waren vanavond. Ik hoop dat we elkaar bij een volgend symposium weer in persoon kunnen ontmoeten. En goed om te weten is dat wij niet alleen dit soort symposia organiseren, maar dat wij onder meer ook documentaires en animaties maken om nieuwe wetenschappelijke inzichten, zoals die van Robert en natuurlijk Fabrice en hun collega's, om die breed toegankelijk te maken voor iedereen. Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan via de website ngpf.nl. En vergeet ook niet om ons te gaan volgen op Facebook en Twitter. En vind je ons werk belangrijk en wil je ons helpen om nog veel meer mooie projecten te realiseren en onder de aandacht te brengen, dan kun je ons steunen door een donatie te doen via onze website ngpf.nl/doneren. Alvast hartelijk dank
Voor nu nog een hele fijne avond en hopelijk tot de volgende keer. Dank jullie wel.